Systematisch van de stralen ingenomen. En dan moet ik zeggen dat ik verschrikkelijk ontgoocheld was en verbaasd dat wij afgelopen gemeenteraad eind augustus een soort integratiebeleidsplan hebben zien goedkeuren. Wij hebben natuurlijk tegengestemd, waar dat de gemeente van plan is als antwoord in feite op, dat, op die diversiteit om te gaan interculturaliseren. En om onze diensten, de gemeentelijke diensten, te gaan interculturaliseren. En wanneer ik dan vraag, ik heb daar 10 vragen over gesteld aan de burgemeester, dan zegt de burgemeester vlak af, ja, ik heb dat is te lang geleden, dat ik dat nog gelezen heb, ik ga u daar nu niet op antwoorden. Zal u dat willen schriftelijk antwoorden? Ik heb tot nu toe nog altijd geen schriftelijk antwoord gehad. Maar er is geen enkel debat geweest bij zo'n belangrijke zaken, bij beleidsnota, bij beleidsnotas, en zo is het gebruikelijk dat de oppositie betrokken wordt, dat er voorafgaande commissies zijn. Dat is allemaal niet gebeurd, dat is ons in de maag gesplitst. En dat is bijzonder nefast voor Gilbert. Dit moet absoluut gekeerd worden. Ik betreur ten zeerste dat de meerderheidspartijen dit hebben opgenomen. Nu, daarmee samenhangend, wat moet eraan gebeuren? Wat is het alternatief? Het is natuurlijk een heel intensief woonbeleid. Wij willen Stroombeek niet opgeven en wij zitten hier niet meer hangen in de pootjes. Er is nog altijd iets mogelijk, maar als het blijft voortkabbelen, als we blijven voortdoen zoals we de laatste 10, 15 jaar zijn bezig geweest, namelijk een non-beleid in zaken wonen en in zaken Vlaams karakter, ja, dan is Stroombeek in eerste instantie en nadien de rest van Grimbergen een vogel voor de kat. Dan gaan wij compleet integraal een multiculturele, verbrusselde gemeente zijn en verdwijnt het Vlaams karakter van onze gemeente. En ik lees dat staan, en met veel plezier lees ik dat in het programma van Groen. Zij zijn daar voorstander van een multicultureel Grimbergen. Wij zijn voorstander van een Vlaams Grimbergen, waar anderstaligen welkom zijn als ze zich aanpassen en als ze Vlaming willen worden onder de Vlamingen en Grimbergenaar onder de Grimbergenaars. Dat is waar wij voor staan, een heel intensief woonbeleid met een gemeentelijke woonregie. En dat hangt natuurlijk ook samen met heel de problematiek van het structuurplan, van ruimtelijke ordening, van al dat niet verstedelijke enzovoort. Want wij willen woningen, maar individuele woningen zoveel mogelijk, eengezinswoningen en geen appartementsgebouwen erbij, wat de meerderheid wil, wat de meerderheid in het structuurplan heeft geschreven, in Stroombeek, zoveel mogelijk verstedelijke hoogbouw, zo staat het er letterlijk in. Het masterplan van Stroombeek gaat uit van hoogbouw, van grote nieuwe appartementsgebouwen die erbij komen, in plaats van eengezinsgebouw of eensgezinswoningen, want dan trekt men natuurlijk de verkeerde mensen aan. Mensen die op zich niet verkeerd zijn individueel, maar wel als groep eigenlijk verhinderen dat er voldoende Vlamingen blijven wonen of terugkomen wonen. De enige manier om de evenwichten te herstellen en opnieuw Vlamingen aan te trekken in Stroombeek of te zorgen dat de Vlamingen die er nog zijn, om die hier te aan te moedigen om hier te blijven, dat is een echt ernstig woonbeleid. Eengezinswoningen en jonge gezinnen aanmoedigen om hier op die manier te blijven. Een huisje, een tuintje, dat is wat de mensen vragen. Geen appartementen, want dan trek je Brusselaars aan, dan leg je de rode loper, dan rot je de rode loper uit voor verdere verbrusseling. En daarmee samenhangend ook de potaardeproblematiek. Dat was al het enige dat wel goed was, of een van de weinige dingen die wel goed waren, in dat fameuze structuurplan van de meerderheid. Daar zag men een groen verbinding tussen de gebieden buiten de ring en de Bierenman. Een mooie groen verbinding met aan de rand bebouwing. Dat was de belofte, daar had de gemeente zich toe geëngageerd. En dan zien we in werkelijkheid dat ineens het college achter de rug via allerlei adviezen begint te lobbyen om dat uiteindelijk vol te bouwen, zodat er nog uiteindelijk maar 1 hectare groen zou zijn. U kent het verhaal, dat ga ik nu niet uit de doeken doen. Ja, de tijd zit er ook bijna op. Ik wil gewoon nog afronden met het feit dat hoe intensief het gemeentebestuur, het college met Potaarden is bezig geweest om hun eigen belofte te verkwanselen, hoe erg is het daartegenover dat hetzelfde gemeentebestuur, hetzelfde college niks heeft gedaan met het heel waardevolle gebied of strategisch gelegen gebied van Parking C, 27 hectare, waar je echt iets mee kunt doen wat strategisch is voor Grimbergen, waar je kunt verhinderen dat er verkeerde zaken mee gebeuren, dat er Lunaparktoestanden, grote Brusselse stadsrecreatie zouden gecreëerd worden. In plaats daarvan zijn heel wat andere nuttige zaken voor Grimbergen nodig. Daar is het Schepencollege extreem onverschillig geweest. En dit toont aan dat dit college eigenlijk bijzonder amateuristisch te werk is gegaan. De reden waarom dat dit college moet vervangen worden, dat er een beter bestuur moet komen en vooral een veel professioneler bestuur. En daar willen wij voor gaan. Daarom dat wij ook met vernieuwing opkomen, een veel ruimere lijst dan één partij. Wij proberen dat open te trekken naar zoveel mogelijk andere mensen. Ja. Ik kan misschien eerst de mensen van de zittende meerderheid laten reageren op het kort als het kan, op het verwijt van het stadsbestuur eigenlijk veel te weinig heeft gedaan tegen de oprukkende verbrusseling.
Ik weet niet wie van u het woord wil nemen, mevrouw Metters. Nee, ik was daar juist tegen aan toe. Ik dacht dat deze hand er was om het programma toe te lichten. Ja. En niet om het voor de voorbije 6 jaar te gaan afbreken. Hmm. Dan mag ik dat gerust doen. Hij heeft 6 minuten zo ingevuld. Ik denk dat dat... Over naar de volgende dan. Nummer 2, wie heeft... Meneer Timmermans dan, aan u het woord. Goedenavond allemaal. Uiteraard kunnen we het niet eens zijn met de volgende spreker. Je spreekt over ont-Nederlandsing, iedereen spreekt over internationalisering van doorgaans in het algemeen. Dat is een heel oud gegeven. En daar tegenover kan je 2 houdingen. Ofwel voel je je constant bedreigd en ga je krampachtig zaken proberen niet te ontwikkelen of tegen te houden. Ofwel ga je dat benaderen als potentieel, ga je daar opportuniteiten in zoeken. Wij maken de keuze van de opportuniteiten. Dat is geen gemakkelijke job. De bedoeling is van die onvoorkombare internationalisering die er stilkens aan staat aan te komen, dat je die opvangt met lokaal krachtige antwoorden die positief zijn. Ik ben ook van een hele oude stempel, ik ben een Vlaming die Europeer wil worden. Dat is een richtlijn geweest binnen ons schrijven van het programma en willen we dat verder doortrekken. Er staan heel grote veranderingen op het spel in Grimbergen. Ik woon zelf in Humbeek. Humbeek, dat is in de lijst, u weet het, om de naam niet te noemen. Een groot warenhuis waar ik geobserveerd heb, inderdaad, de laatste 2-3 jaar dat er enorm veel Franstalig cliënteel komt. Internationaal Engelstalig cliënteel komt. Niet alleen uit Grimbergen, maar ook uit Meissen. Wel, ze komen van heel ver. Ik ben zelf actief in de sociale huisvestingssector in Brussel. Des duivels, uiteraard. Ik observeer dat er enorm veel zaken te gebeuren staan in Vilvoorde. De kanaalzone, oud tuchthuis, creëert een heel sterke link met een heel grootschalig woningbouwprogramma. En Grimbergen staat anderzijds ook bloot, of stelt zichzelf bloot, ook al heeft het eigendommen, aan de ontwikkelingen langs de IJssel. Dat zijn heel grote uitdagingen. En dan heb ik het niet over de Europese school die nu net zijn deuren heeft geopend. Vandaag 1800 leerlingen, binnen 2 jaar zullen het er 3000 zijn. En al die mensen die gaan niet blijven komen vanuit Ukkel, die gaan zich hier in de Rand komen vestigen. En dus heb je de keuze om dat niet te willen aanvaarden of om daar iets van te maken. Wij maken de keuze om daar iets van te maken. Er zit enorm veel potentieel in. Er zit een risico in, uiteraard ook van sociale dualisering, dat er nog een grotere kloof is tussen, laten we zeggen, armere, oudere mensen, bijvoorbeeld, tussen minder kapitaalkrachtige mensen en anderen die het hier allemaal gaan zeggen. Dat risico bestaat. Er is ook een heel lange traditie, er is ook heel wat ervaring al ontwikkeld de laatste 30, 40 jaar rond die problematiek. We kunnen daar lessen uit trekken. En ik ben daar professioneel op verschillende gebieden bij betrokken geweest. Potentie om wat te doen. Wij hebben dat vertaald in 3 grote krachtlijnen. Als ik nog 2 minuten heb voor het programma. We hebben dat proberen te bundelen in 3 grote krachtlijnen. Want die vinden jullie uiteraard ook op onze website. En die 3 grote krachtlijnen zijn Grimbergen uitrusten, eerste krachtlijn, uitrusten voor de toekomst. Dan hebben we het uiteraard ook over woningbouwprogramma's. Maar dan kan je heel ambitieus zijn en zeggen de Vlaamse regering, de Vlaamse overheid, dwingt ons om tegen 2020 400 sociale woningen te bouwen. Dat halen we niet. Onmogelijk. Dus we zijn daarin veel minder ambitieus geweest. En je zegt van, je kan misschien moduleren en laten we beginnen tijdens deze legislatuur om 150 betaalbare woningen te maken. Dat kunnen koopwoningen zijn, sociale koopwoningen. Dat kunnen huurwoningen zijn. Dat kunnen ook privéwoningen zijn die beheerd worden door een sociaal verhuurkantoor. Er zijn enorm veel voorbeelden die je vindt in Brussel of in de Rand. Dat is 1 belangrijk punt. Het tweede was in de infrastructuur die je moet uitbouwen, gaan we serieus moeten rekening houden met de vraag die er ontstaat in scholen. Het aanbod aan schoolinfrastructuur, de diversificatie van die schoolinfrastructuur, dat is een heel grote uitdaging. Daar kan Grimbergen niet alleen in spelen. Er is gemeentelijk onderwijs uiteraard, maar er zijn ook andere steunmiddelen vanuit de Vlaamse regering die je kan benutten. Een heel grote uitdaging qua infrastructuur. Ik ga het daarbij houden voor de uitwisseling voor de toekomst. Een tweede grote
tweede grote krachtlijn van ons programma is Grimbergen een modern bestuur geven. We waren heel blij, en ik zeg het heel graag, mevrouw de burgemeester, met het initiatief dat genomen is rond dat breed overleg en inspraakmoment rond het masterplan van Stolbeek. Mochten alle dossiers zo verder ontwikkeld worden in de toekomst, dan zijn wij echt vragende partij. Dat is een heel mooi voorbeeld. We hebben het op een veel kleinschaliger wijze ook gedaan in Grimbergen. U weet dat ook met externe middelen. Dat is allemaal heel goed verlopen en dat, is, dat wordt iedereen in dank afgenomen. Inspraak loont. En daarvoor moet je natuurlijk een gemeentebestuur gaan uitrusten. Dat gaat over sociale media, dat gaat over campagne voeren, dat gaat over doelgroepen actief gaan zoeken. Weten hoe die doelgroepen communiceren. Ik maak nu bijvoorbeeld een link naar de expats die hier misschien gaan komen. Die hebben enorm veel verenigingen, rijke verenigingen. Die hebben stichtingen. Leg daar links mee. Probeer hun kanalen te confronteren om daar samenwerking mee uit te bouwen. Om bijvoorbeeld kennis te maken met het plaatselijke cultuuraanbod. Dat zijn allemaal heel makkelijke punten. En de derde krachtlijn in ons programma, en daar ben ik het uiteraard helemaal niet eens met wat meneer Laarmans gezegd heeft. Er is vandaag een integratieambtenaar in Grimbergen, die mag zichzelf verder ontwikkelen tot een volwaardige integratiedienst. Die zijn plaats heeft heel dicht bij het gemeentesecretariaat, die in dwarsverband moet gaan werken en die buiten de oevers van het gemeentelijk stricto sensu gemeentelijke bevoegdheden zich mag gaan wagen, bijvoorbeeld rond integratieprogramma's met ouders van kinderen, anderstalige kinderen. Er zijn scholen in Stolbeek waar 50% van de schoolbevolking in gezinnen woont waar niet uitsluitend Nederlands wordt gesproken. 70 in sommige scholen, misschien vinnig als je weet. Okay. Dat zijn realiteiten. Dus een volwaardige integratiedienst op de gemeente Grimbergen moet daar zijn werk van maken en heeft enorm veel potentie om daar iets mee te doen. Bedankt voor de toelichting. Ik weet niet wie het nummertje 3 heeft getrokken van jullie. Meneer Sellesraak, dan geef ik u het woord meteen. Ja, mijn stijl gaat iets anders zijn. Wij zijn een beleidsploeg. En ik dacht hier vandaag het hebben over wateroverlast. Bij de introductie werd gesproken over wateroverlast bij de provincie. Ja. Het tweede punt was de veiligheid in onze eigen gemeente. Oké, okay, concrete punten. Ik ga mij beperken tot wateroverlast en de infrastructurele watergebonden ingrepen. Het zijn heel concrete zaken. Dus voorop de VLD dient verder geïnvesteerd te worden in subsidiëerbare rioleringsprojecten. Door de grillen van de natuur, we maken het alle dagen mee, en de ligging van onze gemeente, waar liggen onderaan, zijn vele gebieden Grimbergen, Bijgen, Umbeek en Stoomberg, Bever de prooi van wateroverlast. Het is in onze gemeente zodanig gesteld dat bij weersvoorspellingen, waarbij zware regens voorop gezet worden, de eigenaars hun woning niet meer uit durven. De schrik van bijvoorbeeld vorig jaar 18 augustus kunnen onze inwoners niet meer blijven ondergaan. Door de hydronoodstudie die een aantal jaren geleden gemaakt geweest is, beseffen we dat ons rioleringsstelsel niet voldoet, toch niet aan de huidige opvangnormen. Het is te zeggen extreme regenbuien die zich in theorie om de 3 of 5 jaar voordoen, maar nu in de realiteit niet meer te tellen zijn. De waterlastvergaderingen die we gehouden hebben met het gemeentebestuur, in samenspraak met de Grimbergse bevolking en mensen die op het veld zeer operationeel zijn, hebben een aantal mankementen blootgelegd. In de uitgelegen statuur zijn een aantal aanzetten gegeven om aan een betaalbaar tempo te investeren in buffers, rioleringswerken en tegelijkertijd de nutsvoorziening te moderniseren en bovengronds aandacht voor de wegeninfrastructuur, de voet- en fietspaden en verkeersafwikkeling. Zo gaan we concreet dan in Stolbeek vanaf Procter en Gamble tot in het centrum van Stolbeek een aantal rioleringswerken uitvoeren. We gaan vernieuwen, verbeteren, regenwater opvangen, bezinkingswekkers en bufferwekkers aanleggen. Een project dat we samen met Aquafin wensen uit te voeren. Daarvoor hebben we een sponsor nodig. Die sponsor is vandaag de Vlaamse Milieumaatschappij. Zij hebben via de bevoegde minister al toegezegd om mee te gaan in onze projecten. Zo zullen wij dus voor Stolbeek zelf de Jan Nulstraat, de Wemmelstraat, Sint-Amansplein en de Kloosterstraat aanpakken. De gemeente is dan een beetje solidair. Wij gaan de zijtakken ook eraan koppelen. Daarmee bedoelen we dan de Acacialaan, de Azerlaan, de Lakensestraat, Otto de Mentorplein, Temslaan en deels de Boekatlaan, waar we ook een fietspad gaan aanleggen.
Doordat ondertussen ook de collector van de Tangenbeek aangepakt wordt, zal vanuit Strombeek-Bever tot in de Borgt deze waterbegeleiding vernieuwd zijn. Meer functioneel voor het waterzuiveringsstation en milieuvriendelijk zijn. Zo zal ook in de waterzieke Tangenbeekvallei geïnvesteerd worden in de buffering van het Emerwater, onder andere ter hoogte van het voetbalveld van de Borgt. Voor weiging voorzien door de omgeving en de herhaling van de oude Weigingse steenweg, gecombineerd met erosieprojecten, zodat het geconcentreerd of gecontroleerd afvoeren van het regenwater en aanpassen van de verkeersstroom eveneens zeer bevorderlijk zal zijn voor de woonomgeving. Voor Griembergen Centrum is er de uitbreiding van het bufferbekken aan de boven Termse steenweg opgezet. Ook de capaciteitsverhoging in het Nekkerbos is een doel. Ook nog, voor Griembergen doen we nog meer overlegmomenten te realiseren met Aquafin, Wegen Vlaams-Brabant, de provincie, zodat we ook de uitgevoerde werken achteraf of achterna kunnen meten. En tot slot, voor Unbeek SAS is er een studie lopende bij Aquafin om de rioleringsproblematiek te analyseren en het riolenwater niet langer in een provinciale beek te lozen. Door deze rioleringswerken kan de gemeente aansluitend verbeteringswerken aan de nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektriciteit, openbare verlichting en andere netten uitvoeren. Bij de uitvoering van deze en andere projecten kan de gemeente eveneens zijn fietsnetwerk vernieuwen. Klein voorbeeld, Benedenstraat en Boekachtlaan voor de toekomst. Voorrang dient ook gegeven te worden aan de lokale ontsluitingswegen. Samen de verkeersafwikkeling rond het industriegebied Verbrande Brug en de vrijwaring van dienst dorpskern zal Open VLD dit als rode draad inkleuren voor de volgende 6 jaar. Deze ingrijpende uitvoeringen zullen het aangenaam wonen, de leefbaarheid en het milieu van onze gemeente bevorderen. En als ik nog even mag, kan ik mijn tweede punt nog starten? Is het even gedetailleerd als uw eerste punt? Nee, doet u maar, dus waar. Dat stuk zal ik er van tussen laten. Ja, een aantal maanden geleden hebben wij een enquête gedaan, zoals de meeste partijen. En daar was één piek in terug te vinden, namelijk de veiligheid in de eigen woonomgeving. Mm-hmm. De wijkagent dient meer in zijn wijk aanwezig te zijn. Hij of zij dient zijn inwoners te kennen en aanspreekbaar te zijn. Echt een piek binnen deze enquête. Door sommige acties kunnen ze vaak hun dagtaken niet vervoegen. Dan gaat het over zieken, dus moeten vervangen 's nachts, of taken opgelegd door de provincie. Het is de wijkagent die zeer grote overlast of overlasten in de buurt kent en daardoor een zeer grote rol in onze samenleving speelt. Aanspreekbaarheid een grote troef. Een betere samenwerking met de korpsen van de aangrenzende politiezones dient te worden geoptimaliseerd of zelfs uitgebreid worden, net als de verdere invulling van het kader. De meeste politieke partijen vragen een tweede interventieploeg voor het nachtwerk. Overleg met de korpschef leerde mij dat de meest noodzakelijke interventies in Groot-Griembergen zich meestal voordoen tussen 18 uur en 22 uur 's avonds. Ik zou nog een kleine toelichting willen geven, namelijk wij hebben de berekening gemaakt van indien we overgaan van een 1 interventieploeg naar een 2 interventieploeg, dat allemaal berekeningen. Op die moment zouden wij 15 mensen meer moeten in dienst nemen om te kunnen rond te dragen. Want blijkbaar mag een inspecteur maar 400 nachturen doen per jaar. Ik zou het hier willen afsluiten en meerdere zaken zijn ons terug te vinden op de website en die toegang is vrij makkelijk. Oké, bedankt. Wil je nu iets daarop reageren? Ja, doet u maar kort. Ja. Ik juich toe dat Schepen zelf straks zo sterk de nadruk legt op de inspanningen om de wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Uh-huh. Ik wil wel benadrukken dat de inspraak die inderdaad georganiseerd is na de overstromingen van augustus vorig jaar gekomen is, omdat we met een aantal mensen hier in de buurt een petitie georganiseerd hebben waar wij een paar honderd handtekeningen ingezameld hebben. We zijn daarmee naar de burgemeester gestapt en inderdaad op dat ogenblik heeft men in de 4 deelgemeentes inspraakvergaderingen georganiseerd waar men een aantal wijze lessen uit getrokken heeft. Wij hopen dat dat een les is om inspraak een beetje harder en beter te organiseren in de toekomst. Inderdaad, bedankt. Ja. Even reageren, die petitie was al genomen voor de petitie binnenkwam en van die inspraakmomenten. Ja, dus jullie waren het met elkaar eens. Wie is er nu aan de beurt? U bent? Ja, oké. Okay. Ja, ik heb het tamelijk algemeen gehouden, want als burgemeester is dat dus een van de voordelen die je hebt, dat is dat je een heel algemeen beeld hebt van de werking van een gemeente en een bestuur.
Grimbergen is een complexe gemeente en dat is een uitdaging voor de bestuurders. Je hebt die verschillende deelgemeenten met hun verscheidenheid. Je hebt het nog landelijke Humbeek en Bijgen. Je hebt het stadsdorp Strombeek met het landelijk gebleven Bever. En dan de centrumgemeente Grimbergen zelf. En als je nu even je ogen toedoet en in gedachten een ritje maakt door bijvoorbeeld Grimbergen Centrum, door haar centrum, de Oude Borg, de Nieuwe Borg, Molenveld, Verbrande Brug en alle straten die u tijdens die rit passeert, dan denk ik dat u perfect weet wat ik bedoel. Het is een uitdaging om deze verscheidenheid te respecteren en altijd weer in rekening te brengen als je moet beslissingen nemen. Ik heb een aantal aspecten van onze beleidsdomeinen ter illustratie meegenomen. Wonen, wordt heel veel over gepraat. Dat gaat inderdaad van sociale woningbouw, waar we een sociaal objectief hebben. En daar ben ik het eens met collega Thierry, want het geld zal er niet zijn om dat allemaal te realiseren, maar daar kunnen wij spijt genoeg niet aan doen. Dat gaat dus van sociale woningbouw over individuele bouwdossiers, waarvan er elke week een gans aantal op het college nog altijd liggen. Er zijn ook nieuwe woontypes voorzien, bijvoorbeeld in het masterplan van Strombeek-Bever en in andere wijken. En ik wil even collega Laarmans tegenspreken. In verband met het masterplan van Strombeek-Bever is er nog niets beslist. We zitten nog in voorontwerp. We zitten in voorontwerp. Er wordt geluisterd naar heel veel mensen. En daar zijn heel veel verschillende soorten woontypologieën in voorgesteld in dat masterplan. En zeker niet alleen appartementsgebouwen, zeker niet. Zeer grote mate wel. Dat gaat ook over buurthuizen, gecombineerd met. Dat gaat over woon- en zorgcentra, serviceflats, kangoeroewoningen, zoals men dat noemt, assistentiewoningen. Dagopvang voor senioren, zodat deze later langer thuis kunnen blijven wonen. Ik heb ook nog even het milieu uit ons programma gehaald. Daar zijn we bezig met camera's te plaatsen, verplaatsbare camera's, zodat de verschillende diensten kunnen samenwerken, ook de politie, om het sluikstorten te bestrijden, want dat is inderdaad een zeer groot probleem. Er moet eens nagedacht worden over de organisatie van de huisvuilophaling. Dat gaat ook over erosiebestrijding en het sensibiliseren van de landbouwers om niet langer trage wegen om te ploegen, zodat we die volwaardig kunnen gebruiken als alternatieve wegen. Dan is er natuurlijk de grote problematiek van de wateroverlast in de Maalbeekvallei. Daar heeft collega Selleslag al over gepraat. En daar moeten we inderdaad met verschillende instanties de handen in elkaar slaan om oplossingen te zoeken. En ik moet zeggen, die onderhandelingen en die nodige testen en onderzoekingen zijn al op een zeer goede weg. Maar dan moet er ook nagedacht worden, bijvoorbeeld moeten wij met onze eigen mensen van de gemeente al het openbaar groen dat onze gemeente rijk is onderhouden? Of schakelen we bijvoorbeeld nog meer derden in, zoals bijvoorbeeld sociaal-economische projecten? Ons Linkbos, het domein Ter Tomme en het Prinsenbos zijn trouwens schitterende voorbeelden van samenwerking met andere partners om ons openbaar groen te beheren en te onderhouden. Dan ook nog even het domein samenleven. Dat gaat dan over kinderopvangplaatsen, waar we er ondertussen toch op een drietal plaatsen al gerealiseerd hebben. Dat gaat over speelpleinwerking naar swapactiviteiten voor 14, 16-jarigen. Dat gaat over de jeugdraad en het JOK. Waar moeten we inderdaad grotere capaciteit voorzien voor onze scholen? En daar kan ik zeggen dat Bijgen en Strombeek ondertussen al verworven zekerheden zijn. Daar zijn al concrete dossiers voor Bijgen en Strombeek. Dat zit vervat in het masterplan en dat is de eerste prioriteit in dat plan. Dat gaat ook over het kerstfeest voor de senioren. Dat gaat over de werkgroep voor de personen met een beperking die altijd een tentoonstelling organiseren, bijvoorbeeld tijdens de kerstmarkt. Samenleven, dat gaat ook over mensen samenbrengen ter gelegenheid van kermissen, jaarmarkten, van Woesting en Grimbergen. Er is ook cultuur en sport dat de mensen samenbrengt. En dan kunnen we spreken over de programmatie hier in ons cultuurcentrum. En dan kan je kijken naar al die prachtige amateurdeelnemers, maar je zou er soms aan twijfelen dat amateurs zijn, aan de kunst- en ambachtroute. Als je naar sport kijkt, dan vertrekken we in Humbeek waar we de nieuwe atletiekpiste gaan gunnen. Waar we in Bijgen de kleedkamers aan het opbouwen zijn voor de bloeiende voetbalvereniging daar. Je gaat naar het kunstgrasveld op Ter Wilgen in Grimbergen. Hier in Strombeek-Bever is net een nieuwe schietstand geopend. Dan natuurlijk de integratie- en taalproblematiek die de samenleving inderdaad zeer zwaar belasten. Wij moeten daar werk maken en we zijn daarmee bezig met het te voeren taalbeleid binnen de gemeentediensten.
Er moet taalondersteuning in ons onderwijs flankerend ondersteund worden. Er zijn de taalleergangen die een zeer grote rol te spelen hebben, de CVO's. Er is het taalstel van de sportraad die toeziet dat er op de velden Nederlands gesproken wordt. Er is inderdaad het pas goedgekeurde integratiebeleidsplan. En meneer Laremans gaat daar zeer licht over, maar dat is een zeer gedetailleerd uitgewerkt integratieplan waar iedere partner die daarmee te maken heeft mee aan meegewerkt is. En daar staan zeer concrete actieplannen in en die zullen uitgewerkt worden door de verschillende werkgroepen die met die bepaalde punten te maken hebben. Mevrouw de burgemeester, graag afronden. Ja, al deze facetten moeten doorspekt zijn met de inzet van ontelbare vrijwilligers en die verdienen onze waardering en ondersteuning. Ik wil eindigen met te zeggen dat het besturen van een gemeente, want wij zijn ondertussen met meer dan 36.000 inwoners en een personeelsbestand van een uit de kluiten gewassen bedrijf, moet gebeuren op een professionele manier met de nodige moderne middelen, mensen en aanpak. En deze moeten efficiënt aangewend worden en continu opgevolgd worden. En ik wil besluiten met te zeggen dat ons Grimbergen nog altijd een schone gemeente is. Bezoekers spreken vol lof over onze dorpskern, ons cultuurcentrum, onze wandel- en fietsroutes, onze horeca, onze kerstmarkt, onze scholen. En alle jubilarissen die ik mag huldigen ter gelegenheid van hun gouden of diamanten bruiloft, en dat zijn er heel wat elk jaar, die verzekeren mij dat hun straat en hun buurt hen nauw aan het hart liggen en dat zij er met zeer veel plezier wonen. Het kan niet de bedoeling zijn om alles te veranderen. We moeten behouden wat moet behouden blijven en veranderen wat moet veranderd worden. Er zijn veel zaken in Grimbergen waar we terecht fier op mogen zijn, maar we moeten ook blijven luisteren naar alle opmerkingen over dingen die nog aangepakt moeten worden. En ik zie dan ook uit naar de vragen die u straks gaat stellen aan dit panel. Dank u. Daar gaan we straks ruim de tijd voor nemen. Ik denk dat het dan best is om nu meneer Koelens zijn plannen voor Grimbergen toelicht. Ja, ik zal liever recht staan. Ook goed. Wij proberen met Groen twee principes centraal te stellen in ons programma. Wat voor ons heel belangrijk is, is het punt inspraak. Wij willen dat de mensen beter betrokken worden bij het beleid. Enkel door de mensen te horen over wat er moet gebeuren in de gemeente, zeker als er grote werken of grote infrastructuurwerken op stapel staan, enkel op die manier kan je mensen echt betrekken bij het beleid en vermijd je ook fouten te begaan, vergissingen te begaan in dat beleid. Tweede belangrijk punt, inspelen op de diversiteit. Je kan het draaien en keren zoals je wil, je kan je kop in het zand steken, maar de problematiek van een deelgemeente zoals Stroombeek is compleet anders als die van een landelijke gemeente, zoals Beigem en Humbeek, of een semi-landelijke gemeente als Grimbergen. Als een beleid daar geen rekening mee houdt, dan zitten we verkeerd. En dan kan je zeggen, Groen is blij met die toenemende multiculturaliteit. Nee, Groen ontkent gewoon niet dat die er is. Hier is een grote instroom van anderstaligen. Hier is een grote instroom van mensen van diverse nationaliteiten. Laten we daarmee samenwerken aan een nieuw Grimbergen. Of laten we de kop in het zand steken. We hebben de keuze. Wij kiezen voor samen gaan voor een nieuw Grimbergen. En die uitdagingen aangaan. Je gaat de instroom uit Stroombeek niet tegenhouden, tenzij je er een muur ontbouwt. Maar dat kan niet, dat is niet mogelijk. Dus dat is denk ik een heel belangrijk principe dat eigenlijk door heel ons programma loopt. Nu, ik ga niet het programma kunnen toelichten. En daarom zou ik zeggen, van ga eens naar onze website. Ik heb hier ook een 14-puntenprogramma waarin dat we de kern van onze boodschap samenvatten. Ik ga gewoon een paar thema's aanhalen. Het thema ruimtelijke ordening en leefmilieu. Wat is daar bij ons het grote principe? Wij willen vermijden dat men verder uitbreidt. We willen vermijden dat inderdaad de stad of het verstedelijkte gebied Stroombeek verder uitbreidt. En daarom verzetten wij ons met hand en tand tegen het project op de Potuin. Wij zeggen dat de bestaande open ruimte in Grimbergen, en die is nog groot, dat die optimaal moet beschermd worden. En anderzijds zeggen wij, wat er al is aan verstedelijkt gebied, wat er al is aan dorpskernen, maak daar iets beter van. Zorg dat dat daar plezant wonen is. En zorg inderdaad dat de mensen niet Stroombeek niet wegtrekken omdat hier niet meer plezant wonen is. En daar kan je met een beleid heel veel aan doen. En daar proberen wij met heel concrete voorbeelden rond te werken. Ik ga er een paar op sommen, want ik ga anders te weinig tijd krijgen. Maar daarom zeggen wij bijvoorbeeld, geen woonuitbreidingsgebieden aansnijden in Groot Grimbergen. We hebben één uitzondering, het woonuitbreidingsgebied aan de Kruipstraat, omdat dat toch al helemaal ingebouwd is. Maar voor de rest zeggen wij, vult die Groen in voor Matexi daar zijn ogen op laat gooien en voor zij beginnen met een lobbywerk om daar zo vlug mogelijk ook bouwprojecten van te maken.
Wij zeggen geen industrieterrein aan de Wolfertemse Steenweg, want er zijn nog plaatsen aan de Kerselaar en Dries. En als je een beetje ruimer kijkt naar de andere gemeenten, dan zie je dat er in Vlaanderen op dit ogenblik 3000 hectare bedrijventerrein gebruiksklaar ligt om direct in gebruik te nemen. Wij zeggen, nog een voorbeeld, zonevreemde bossen, dat vinden wij eigenlijk iets goed, want zonevreemde bedrijven die worden getolereerd. Waarom geen zonevreemde bossen tolereren? In Grimbergen is er maar 6% van het areaal bos, terwijl in Vlaanderen we zijn toch aan 10% zitten. Laten we ambitieus zijn en een aantal plannen zetten, op touw zetten om inderdaad, zoals Groen in de coalitie zat, Agalef in der tijd, een nieuw bos te creëren in Groot Grimbergen. Ik zou ze voor kunnen gaan, een laatste puntje misschien daarover, het masterplan. Wij geloven dat daar enorme kansen zijn. Natuurlijk is er nog veel niet ingevuld, maar wij zien daar een aantal mogelijkheden om de kern van Stroombeek terug een push te geven. Wij zien dat het in Stroombeek, ik woon hier zelf ook, de laatste 15 jaar sterk achteruit gegaan is. Wel, als je dan hoort zeggen dat men het gemeenteplein een stuk verkeersvrij wil maken, dat men de Victor Stoerstraat verkeersluw wil maken, dat men het Sint-Amansplein wil vergroenen, dat er achter het klooster woongelegenheid gemengd gaat worden met een aantal polyvalente activiteiten, dan kun je dat alleen maar toejuichen en dan moeten we daarop inspelen. Het is niet uitgedaan, het is geen uitgemaakte zaak, maar daar zal inspraak van de Stroombekenaars een superbelangrijke rol in spelen. Ik ga nog twee thema's belichten. Onderwijs. Wij vinden het heel erg eigenlijk dat Grimbergen, een van de 10 rijkste gemeenten van het land, op dit ogenblik niet in staat is om de kinderen in de eigen deelgemeente naar de school van hun eigen keuze te laten gaan. En in die zin zeggen wij, het onderwijsbeleid van Grimbergen moet een prioriteit zijn. Het moet mogelijk zijn om de capaciteit van de gemeentescholen, zeker op de bocht, in Beigen en in Stroombeek uit te breiden. En zeker het filegastje is superbelangrijk, want men klaagt over verfransing. Wel, onderwijs in een eigen gemeenteschooltje is een opstap naar integratie. Onderwijs in de eigen school geeft ouders ook een motivatie om Nederlands te leren. En in het filegastje zijn ze daarmee bezig. Ze organiseren volwassen onderwijs. Ze proberen de ouders te betrekken bij het schooltje. Om op die manier de mensen te overhalen om inderdaad naar het CDO te gaan en Nederlandse les te gaan volgen. En uw tweede punt? Op die manier. Nee. Laatste puntje. Wonen. Ja. Wij vinden inderdaad dat de Grimbergenaar in Grimbergen moet kunnen wonen en dat de Stroombekenaar in moet kunnen blijven wonen. En daarvoor zijn er verschillende zaken heel belangrijk. En in de eerste plaats geloven wij dat we inderdaad naar een creatief woonbeleid moeten. Wij hebben met Groen een aantal voorstellen uitgewerkt. Eentje daarvan, de Community Land Trust. Wij zitten daar aan de Sporthal Vertongen met een prachtig terrein, eigendom van het OCMW. Houd dat eigendom van het OCMW en laat de mensen die daar een huis willen kopen of die daar een appartement willen kopen, want ik heb niks tegen een appartement, meneer Laremos, laat die mensen alsjeblieft de kans om alleen dat appartement te betalen en houd die grond in eigendom van de gemeente. En het scheelt een groot stuk in kostprijs. En dat is het probleem van jonge mensen. Betaalbaar wonen. Zorg dan inderdaad dat er maatregelen komen voor betaalbaar wonen. We zitten in Grimbergen met tientallen villa's die binnen een tiental jaar niet meer gaan gekocht worden door de mensen omdat ze ze niet kunnen kopen. Wel, voer een creatief beleid en geef met vergunningen de mogelijkheid om op die villa-kavels inderdaad 2, 3, 4 woningen te bouwen waar er nu 1 is. En dat is voor ons concreet een voorbeeld van inbreiding. Oké. Okay. Gaat daar. Dank u, vriendelijk. Meneer Krook, heb je dan de eer om deze Tour d'Horizon af te sluiten? Dank u wel. Wat N-VA betreft is het zo dat wij gedurende een aantal weken, om niet te zeggen maanden, met een aantal werkgroepen samen ons verkiezingsprogramma hebben opgesteld. 6 jaar geleden waren we hier ook, maar dan waren we samen in kartel. We waren toen nog een hele kleine ploeg van 4 bestuurders. We zijn nu al met 15 bestuurders en we hebben heel wat nieuwe leden bijgekregen. En met die mensen hebben we toch ergens geprobeerd om een heel duidelijk programma uit te tekenen. En uiteindelijk, de meeste mensen die ook bij ons de laatste maanden ook nieuw lid geworden zijn, krijgen telkens malen diezelfde bezorgdheid. Een aantal zaken zijn hier wel al gezegd geweest, maar niettemin hebben wij 2 leidraden. En het gaat om uiteindelijk het Vlaams karakter, het taalbeleid, laten we zeggen het Nederlands gebruiken als taal op zich, doorheen heel volledig beleidsplan. Waarom? Omdat straks alle gemeenten zullen een meerjarenplan moeten hebben over al verschillende domeinen. Maar het taalgebruik, inclusief, en het is hier ook al aangehaald wat het onderwijs betreft, zou in al die verschillende zaken moeten aan bod kunnen komen. Of het nu gaat over jeugdbeleid, als je kijkt in het jeugdbeleid, daar staat ook wel wordt ook een stukje budget uitgetrokken voor anderstaligen, maar naar speelpleinwerking. Ik vrees ook dat we daar het tandje zullen moeten gaan bijsteken uiteindelijk. Nu,
Wij hebben wel als N-VA toch wel een heel duidelijk probleem ook. En wij merken dat er heel weinig kritiek is van de klassieke partijen of van de mandatarissen hier in Halle-Vilvoorde. We hebben een splitsing gehad van Brussel-Halle-Vilvoorde. We zijn er niet zo helemaal gelukkig mee. En anderzijds, ik ben zelf jurist, de splitsing of de ondubbeling van het arrondissement is niet echt in het voordeel of pleit niet in ons voordeel. In die zin dat we hier weer zullen moeten opboksen tegen een aantal privileges. En dat maakt dus dat, we spreken vandaag misschien over taalbeleid, maar ik hoop dat we hier binnen 6 jaar niet moeten zitten om over faciliteiten te gaan praten, want het evolueert heel snel. Ik woon zelf in Molenveld, mijn 2 buren zijn Franstaligen. Het is hier al aangehaald, de school kan daarin een bepaalde rol spelen, maar ik stel gewoon vast dat de Franstaligen ook in mijn gemeente, of hier in Molenveld waar ik woon, die hebben hun volledige activiteit gewoon op Brussel gericht. Kinderen lopen school in Brussel, winkelen doet men ook in Brussel. En voor de rest hebben ze weinig of geen contacten met de gemeente. En daar zouden we moeten ook die mensen moeten op een bepaalde manier kunnen gaan bereiken. En we hebben gewoon eens met de groep ook eens rondgekeken. Je hebt ook Halle bijvoorbeeld. En ik denk dat we hier in Grimbergen toch heel duidelijk ook met een taalcharter, een bepaald manifest uiteindelijk, om in de verschillende beleidsdomeinen, of het nu gaat over jeugdbeleid, woonbeleid, inburgeringsbeleid, en het is hier al aangehaald, het integratiebeleid, ik heb het plan, we hebben het plan ook al even doorgenomen, daar kunnen nog een aantal zaken aan gewijzigd worden om dat nog wat scherper te stellen, want er duiken toch altijd een aantal pijnpunten op. Ik haal hier alleen maar het sportbeleid aan, of we kennen ook de problemen van KFC Strombeek, en daar zijn al maatregelen voor een stuk genomen geweest. De ploeg wordt uit, laten we zeggen, uit de sportraad gezet, maar er blijft nog altijd een probleem van die verfransing of Franstalige trainers die gewoon hun activiteit gewoon verder zetten. Dus op dat vlak zullen we toch eens moeten kijken hoe dat je dat kan gaan coördineren. Dus dat is een beetje een rode draad door ons aspect. En een ander punt die heel belangrijk is voor ons, althans in ons programma, het is hier nog niet aangehaald geweest, dat is heel de problematiek rond mobiliteit. Heel in de werkgroep mobiliteit die we hadden binnen de partij is heel dikwijls de problematiek van het zwaar verkeer of de, laten we zeggen, vrachtwagens door een aantal straten of binnen de deelgemeenten zoals in Beigem. We denken ook dat daar toch heel duidelijk zal moeten gekeken worden, ook samen met Vilvoorde. En misschien kan daar ook de provincie in bemiddelen om die problematiek van het zwaar verkeer te gaan oplossen door bepaalde wijken. Anderzijds ook signalisatie. Dus ik denk dat op bepaalde plaatsen, en zeker ook in Strombeek, we heel dikwijls merken dat er een bepaalde signalisatie volledig aan de vernieuwing toe is. Want verloedering werkt ook bepaalde criminaliteit uiteindelijk in de hand. En dan komen we bij het puntje veiligheid. Veiligheid is het ook zo dat Grimbergen, we zitten heel dicht bij de ring. En dat betekent dus ook dat, laten we zeggen, alles wat te maken heeft met criminaliteit op eigendommen, of het nu gaat om inbraak in woningen of winkels, of en we hebben een aantal toch serieuze gevallen gehad de afgelopen jaren, dat we daar ook eens moeten kijken als gemeente hoe we dat kunnen gaan oplossen. Ik weet dat men daarvoor camera's moet gaan gebruiken, gelijk in Mechelen, dat laat ik nu in het midden, maar dat is toch wel een heel belangrijk aspect die in de toekomst ook moet meespelen. En wat mobiliteit verder nog betreft, het tweede aspect in het hele programma van N-VA is duurzaamheid. En ook in het kader van duurzame mobiliteit willen we daarop inzetten. Ik ben zelf beroepshalve bezig met de mobiliteit van de komende 20, 30 jaar, hoe dat die zich gaat evolueren. En elektromobiliteit en de Vlaamse regering wil daar de komende jaren enorm gaan op inzetten. We hebben hier in Grimbergen al een laadpaal via de Vlaamse regering. En ik denk dat daar ook een strategisch plan moet komen als gemeente die heel dicht bij de ring ligt, die heel veel pendelverkeer door zijn gemeente heeft, om daar ook een stukje werk van te maken. En ik hoorde hier ook oplossingen zoeken voor Parking C. Wel, Parking C zou een ideale plaats zijn om laadinfrastructuur voor park- en ride-zones te creëren. Dan zouden we wel een voorbeeld zijn voor de Noordrand, indien zo'n zaken mogelijk kunnen zijn. Maar dat geeft ook de kans om in te zetten op aspecten die misschien zeer algemeen lijken, maar daarmee kunnen we ook een steentje bijdragen als gemeente om de CO2-uitstoot terug te dringen. En dat zijn dan acties die we op lokaal niveau kunnen doen. En we denken zelfs dat het misschien nuttig kan zijn om volgend jaar een soort van ecomobiliteitsdag te organiseren om burger en bedrijven te sensibiliseren. Woonbeleid hebben we ook wel een aantal punten, ja. Maar veel zaken zijn hier ook wel gezegd geweest. Eventjes aan het woord, op het sociaal vlak
wil ik toch wel zeggen dat op vlak van het OCMW, we hadden een mandataris in het OCMW, wij zijn niet altijd negatief ingesteld. Er zijn ook wel een heel wat positieve zaken naar senioren en ook in het kader van kinderopvang gebeurd. Maar er is ook nog een aspect die ik zou willen aanhalen. We zitten in een crisisperiode. Er zijn ook heel wat mensen die, en we gaan daar ook meer en meer bij het OCMW mee geconfronteerd worden, met mensen die schulden hebben. Ik heb meer en meer twee verdieners uiteindelijk, die de ene of van de twee die zijn werk verliest. En je ziet heel wat van die mensen, ondanks het feit dat er heel wat instanties bestaan die zowel kleine zelfstandigen als anderen kunnen opvangen. Maar ik denk dat daar ook een rol weggelegd is voor het OCMW om daar een taak op te nemen uiteindelijk. Okay. Dat zijn zowat de punten, maar die zijn ook op onze website beschikbaar. Hoe weer ja, en bovendien, misschien komt het zo meteen ook nog ter sprake in het debat achteraf. Dus iedereen, dank u wel. Er volgt nu een pauze van een kwartier, 20 minuten, maar vergeet u toch niet om uw vragen op te schrijven. En u kunt die bij mij afgeven en dan kunnen we daar in het tweede stuk van het debat over debatteren. Wij hadden wel gevraagd dat de naam zou... Ja, zegt u maar. Zijn er spontane interventies mogelijk? Liefst niet, meneer. We hebben echt daarvoor gezien dat die ja. Het is aan de moderator van te beslissen. Ik kom er niet tussen. Goed van mij. Ja, dus we gaan eraan beginnen. Oké, ja. En ik laat het woord aan mevrouw Benaar. Ik heb een heleboel vragen, dus ik zou ook de politici willen vragen om, als het kan, bondig en gericht te antwoorden. Om te beginnen een vraag van meneer Mark Cuvelier of Cuvelier. Wilt u de vraag zelf stellen of zal ik ze... Mag ik ze in de plaats stellen? Dus de vraag luidt als volgt en is gericht aan alle partijen hier aanwezig. Wat is het antwoord op de komst van Uplace en andere grote complexen in Brussel, Heijsel? Dus de gevolgen voor de mobiliteit en de leefbaarheid in het bijzonder hier. Mevrouw de burgemeester. Ja, elk project dat zich aandient waar wij kennis van krijgen, daar vertrekken onmiddellijk protestbrieven tegen. En in de openbare onderzoeken enzovoort komen wij als gemeente altijd tussen. Ook Uplace hebben wij nog Raad van State lopende. Wij hebben nu een brief voor Under the Sky. Dat is nu door het Sociaal Economisch Comité ook negatief geadviseerd. Dus daar is ook al op gereageerd. Dus elke gelegenheid dat we hebben, officieel of niet officieel, reageren wij onmiddellijk als gemeentebestuur. Meneer Boelens. Ja, maar het zal geen geheim zijn dat we ons met groen met hand en tand verzetten tegen Uplace. Wij vrezen dat Uplace niet alleen een enorme ravage gedaan aanrichten bij de middenstand in de grote omgeving. Wij vrezen ook dat Uplace zal gebruikt worden als het ultieme argument om de ring verder in elk geval te verbreden. En men gaat kunnen zeggen, er zijn zoveel duizenden autobewegingen meer dan dat er nu al zijn op de ring. Nu staan we zeker stil, dus als de ring niet verbreed wordt, dan hebben we een groot probleem. Dus in die zin verzetten wij ons heel sterk tegen Uplace en ook tegen de verbreding van de ring. Is hier eigenlijk iemand voor Uplace? Eén puntje misschien toch. Ik zou graag hebben dat de partijen die hier in de meerderheid zijn, CD&V en VA-VLD, die ook vertegenwoordigd zijn in de Vlaamse regering, ook alle middelen gebruiken en alle relaties gebruiken die ze hebben in die Vlaamse regering om te zorgen dat die projecten tegengehouden worden. Ja, dank u. Meneer Laremans eerst en dan ga ik naar meneer Timmermans en dan kort graag. Hè. Ja, heel kort. Wij zijn altijd heel kritisch geweest en in Machelen zelf hebben we ons opgezet. Jammer genoeg daar Groen niet, want Groen heeft het daarmee gesteund. Wij zijn tegenstander omdat Uplace een internationaal iets is in de Vlaamse rand. Dat zal heel internationaal en dus meertalig zijn. Dat zal, ik vrees, een domino-effect teweeg brengen, ook bij andere handelaars die daardoor zich geroepen gaan voelen om ook anderstalig te zijn. Dat is een stuk verbusseling, dat is één. Anderzijds is er het mobiliteitsaspect. De combinatie van de drie, Heijsel, het ding dan in Schaarbeek en dan tenslotte Uplace, is bijna een infarct. Het is iets dat voor een enorme toestroom zal zorgen van verkeer. En de enige manier om eruit te geraken, we hebben het juridisch onderzocht, er is heel weinig kans. Ik ben blij dat de gemeente mede op onze suggestie een aantal procedures heeft ingezet. Maar dus in elk geval, we hebben het gevraagd om een procedure in te stellen.
Maar het was ook al beslist voordat ik gevraagd had. De vermijding van de ring is in elk geval geen oplossing, want dat gaat het flessen-afhans-effect van de viaduct van Vilvoorde alleen maar. Dat is al gezegd, hè? Maar ik weet niet, zijn er eigenlijk partijen die voor zijn hier aan tafel voor YouPlace? Nee, lokaal is iedereen tegen, ook de partijen die in de Vlaamse regering zijn vertegenwoordigd. Ja, er zijn verschillende standpunten genomen door verschillende partijen in de Vlaamse regering. Ik wil gewoon zeggen, het is een probleem van mobiliteit. Wie ben ik om te weten dat één soort winkel beter is of slechter is dan een andere? Daar gaat de komen aan specialisten. Maar er is maar één ding dat heel apart duidelijk is. De mobiliteit kan je niet ontwikkelen om zo'n functie te laten renderen in de rand. Dus het probleem van die grote infrastructuur, die je in godsnaam ook niet met elkaar mag vergelijken. 196.000 vierkante meter op YouPlace is niet, 50.000 vierkante meter op Neo op de Heijzer is niet, just under the sky. Mm-hmm. Er kan een complementariteit zijn, maar er is één ding dat ze gemeenzaam hebben, je kunt er niet geraken. Oké. Zullen we overgaan naar de volgende vraag, want ik denk dat iedereen het hier min of meer over eens is. Een vraag voor Open VLD ditmaal, anoniem. Waarom worden natuurlijke overstromingsgebieden niet gebruikt om de wateroverlast in te perken in plaats van die overstromingsgebieden vol te bouwen? Dat is een kolfje naar de hand, denk ik. Ik denk dat dat een verhaal is van 20 jaar onderhandelen en geen vergunning krijgen. Wij zien ook de plekken waar we dat zouden kunnen opvangen. Nekkerbos is een van die zaken. Ik ben van in 2000 in de meerderheid. Mm-hmm. Ik ben al 12 jaar, 4-5 keer per jaar aan het vergaderen met Leuven, Stedenbouw, Natuurpunt, alles wat je wilt. Maar we krijgen geen vergunning. Oké, dat is een duidelijk antwoord. Volgende vraag van mevrouw Laura Jannes. En dat is een vraag voor Lijst Vernieuwing en voor N-VA. En die luidt als volgt. In de pamfletten van Lijst Vernieuwing lees ik: gooi uw stem niet weg, stem vernieuwing. Hoe kan u, gelet op het cordon sanitair, verzekeren dat dit inderdaad geen verloren stem is? Is het dan niet slimmer, vraagt die mevrouw zich af, om te kiezen voor een partij zoals N-VA? Het gewenste antwoord zit in de vraag, hè, dat zijn dus het antwoord zit een beetje in de vraag vervat. Wij hebben precies voor vernieuwing gekozen in alle opzichten om boven die strikte partijpolitiek te staan. Wij hebben op de lijst 18 onafhankelijke, 15 mensen van Vlaams Belang. En wij willen op die manier, we hebben trouwens ook de hand uitgereikt naar de N-VA, we hebben graag samen een lijst te vormen onder de naam vernieuwing, maar zij wouden niet. Maar wij willen precies daarmee samenwerken in een coalitie. En wij willen, en dan gaan wij natuurlijk als er een coalitie komt niet roepen, hoera, hoera, het cordon sanitair is er ook, daar gaat het niet om. Er zal dan een coalitie gevormd worden met vernieuwing. Vernieuwing, N-VA, CD&V, VLD, dat zijn allemaal partijen en zelfs SPA en Groen, daar willen wij de hand naar uitreiken. We willen dat niet doen. Zeg dat nog verder, dat kunnen we zeggen niet. Wij willen alleen niet spreken met de Franstalige partij, maar wij willen wel graag deelnemen. Oké, maar dan moeten we aan de andere partijen vragen of zij bereid zijn om met u over te coalitie. Sorry, dat is duidelijk. En bij de N-VA, is het bij u ook nooit? Het is zo dat ook met de leden hebben we dergelijke zaken besproken, want uiteindelijk is het een heel touchy aspect uiteindelijk hier in Grimbergen. Ik kan niet helemaal alleen flauw over doen uiteindelijk. Maar het gaat hem ook over een stuk programma. En als we ook de laatste 2-3 jaar kijken, en wij zijn ook niet blind dat het een groot stukje uit vernieuwing komt, uit Vlaams Belang. Alleen stellen wij vast dat de laatste 2 jaren, laten we zeggen, de taalgebruik of de richting waarop Vlaams Belang is uitgegaan, niet, nog verder afwijkt van wat uiteindelijk wij uiteindelijk als N-VA denken. We zijn ook Vlaams nationalisten, we zijn vrij democratisch, proberen we te zijn, humanistisch te zijn. Want daar gaat het voor een stukje om. Alleen stellen wij vast dat de laatste 2 jaar, als we kijken een stukje vanuit Vlaams Belang, dat de taalgebruik die gehanteerd wordt en de wijze waarop een aantal problemen moeten opgelost worden, het gaat allemaal richting een stukje stigmatisering en dat zijn zaken die wij onder onze leden niet hebben. Dus wat u betreft is een stem voor die lijstvernieuwing ook een verloren stem dan in die zin? Ik ga mij daar niet over uitspreken, want het is, uiteindelijk het cordon sanitair is voor mij ook iets dat iets is dat niet had moeten bestaan uiteindelijk, want we zijn er ook uiteindelijk altijd tegen. Maar ik wil zeggen dat soms op sommige
punten het water nog soms heel diep is. En ik lees ook heel veel publicaties, als Vlaams nationalist lees ik heel wat publicaties. Maar er wordt soms ook met hele grote pijlen en met bazookas op de N-VA gericht uiteindelijk. Maar we blijven hier in Vlaams-Brabant proberen ook om, en er zijn een aantal dingen, want ik heb Bart daarnet bezig gehoord, er zijn heel wat zaken die we natuurlijk, alles wat te maken heeft met het Vlaams karakter en dat daar een hoop tijdjes op de bijgestoken worden, maar het sociale, een aantal sociale aspecten en een aantal zaken hoe je integratiebeleid wil aanpakken, voor ons is de taal kan een bepaald middel zijn om een sociaal weefsel te doen. Oké, we gaan hier afronden, want ik heb nog heel veel vragen. En anders blijft het multicultureel, want dan multicultureel elk in zijn hoekje. En onze taak, en wat wij graag zouden hebben als N-VA, dat is dat we met het taalbeleid en, laten we zeggen, met onze waarden en normen die eigen zijn aan ons, of het nu humanistische of christelijke waarden zijn, die willen we wel proberen doorheen heel dat beleidsprogramma te realiseren. Ja, dus dank u, Frederik. Ik ga het woord nu even geven aan meneer Poelens, want die wilde ook nog iets toevoegen aan deze discussie. Het zal niemand verwonderen dat wij op geen enkele manier willen samenwerken met vernieuwing. Nu, ik heb daar nog twee belangrijke argumenten voor die ik toch even wil meegeven. Een vernieuwing heeft ons bestookt met blaadjes de voorbije maanden en ik heb in verschillende van die blaadjes gelezen. De lijst vernieuwing is een initiatief van onafhankelijke Grimbergse kandidaten en sympathisanten van het Vlaams Belang. Ik wist niet, meneer Laermans, dat u lidkaart van het Vlaams Belang intussen ingeleverd had. Ik vind dat eigenlijk de mensen iets voorliegen. U bent senator van het Vlaams Belang en u voert die lijst aan. En als u burgemeester wenst worden, ik mag geluid spreken. Ja, en als u burgemeester wordt, meneer Laermans, dan bent u een burgemeester voor een deel van de Grimbergse bevolking, want u zal nooit bereid zijn om een hand uit te steken naar die nieuwkomers die hier komen. En die ook moeten ingeven. En uw tweede argument. Korte reactie, dan gaan we. Dit wordt een oefenloze discussie anders. Heel kort. Wij zijn de enige fractie in de gemeenteraad van Grimbergen met een allochtoon gemeenteraadslid sinds 6 jaar. En die is perfect geïntegreerd. En ik steek wel de hand uit naar anderstaligen. De vorige keer stond er ook een Franstalige op onze lijst. Ik ben niet eng. Ik steek mij niet weg en ik steek niet de kop in het zand, maar ik vraag wel dat anderstaligen zich integreren en zich aanpassen. Oké, meneer Laermans. Zo, over naar een volgende vraag. En die is voor Groen. En het gaat over iets totaal anders. De vraag luidt als volgt. Waarom geen industrieterrein op de Wolvertemse Steenweg, maar wel aan de Verbrande Brug? Waarom wordt de Verbrande Brug altijd aan haar lot overgelaten? Ik begrijp de vraag. Nu, wij verzetten ons tegen het bedrijventerrein op de Wolvertemse Steenweg vanuit die filosofie dat wij zeggen wat er al is aan beschikbare bedrijventerreinen moet gebruikt worden. Er is een bedrijventerrein aan de Kerstelaar en Dries dat nog niet volledig gebruikt is. Laat dat eerst optimaal gebruikt worden alvorens men kiest voor een nieuw bedrijventerrein. Een groot probleem met het bedrijventerrein op de Wolvertemse Steenweg is de ontsluiting. 'S Morgens staan alle wagens nu al in de file naar de ring en naar de A12. Als men daar nog eens een bedrijventerrein van 5 hectare gaat inrichten met de bijkomende gevolgen voor het transport, dan zit je daar compleet vast. Dus misschien een reactie van iemand die de verkeerde keuzen vandaar dan nog dat bedrijventerrein in te planten. Wil iemand van de meerderheid daarop reageren? Dat bedrijventerrein is staat in het structuurplan, maar dat is voor de toekomst. Er moet inderdaad eerst opgevuld worden wat er nog beschikbaar is. Okay. En dat is vooral bedoeld voor plaatselijke bedrijven die te groot worden voor de plaats waar ze zitten, om die de mogelijkheid te geven om binnen de eigen gemeente te verplaatsen eigenlijk. Okay. Dus wij mochten het nergens anders zetten, wij zijn niet alleen Maas. Wij hebben dat moeten, wij hebben het op een andere plaats, maar wij hebben moeten luisteren naar hogere instanties. Oké. Ja. Een vraag voor de meerderheid in verband met de leefbaarheid op de oostkant van het kanaal. Ook in verband met toenemende industriële druk, het probleem van zwaar verkeer op de Westvaartdijk. En dat is een vraag van Erik Nagels. Dus hoe ziet u de leefbaarheid op de oostkant? Als gevolg van de toenemende industrialisatie. Dat is de vraag, als ik het goed begrepen heb. Dus ik bedoel aan de oostkant van de Verbrande Brug, veronderstel ik. Oostvaardijk, Verbrande Brug. Niet Oostvaardijk, Humbeek, veronderstel ik. Meneer Nagels, misschien kan u uw vraag toelichten. Ik bedoel de leefbaarheid op de Oostvaardijk, de Gerselaar en Dries. Trouwens, u spreekt daar dat
op de Wolvertemse Steden niet ontsloten is. De Gerselaar-en-Vries is ook niet ontsloten. Voor de Gerselaar-en-Vries is de eerste vereiste dat er dus een nieuwe ontsluitingsweg komt, van aan de Woluwelaan. En dan moeten al die vrachtwagens inderdaad niet meer aan het kruispunt van Kokkeliestraat enzovoort passeren. Dat is ook weer een dossier dat niet alleen van ons is, dat is in onderhandeling met AWV, met Zeekanaal. Dat zijn inderdaad trage onderhandelingen. Ik kan daar ook niks aan doen. En de leefbaarheid, de mensen die in het industriegebied wonen, want dat staat al sinds het structuurplan van 60 of 65 ingekleurd als industriegebied, die zijn nu systematisch onteigend geweest, ingekocht. Dus en die wegen zal daar aangelegd worden in functie van het gebruik daar. Dus maar de eerste vereiste is die een ontsluitingsweg, Gerselaar-en-Vries, en dan hoeven die camions allemaal niet meer daar te komen. Oké, meneer Laremans, kort. Ik zou daar toch bedenkingen aan willen toevoegen, want Groen zei daar straks, er is nog veel ruimte om daar veel bedrijven te vestigen. Ik zou toch wel de nadruk op willen leggen dat er op de Oostvaartdijk ook nog veel mensen wonen. En dat woonrecht van die mensen, officieel is dat bedrijvenzone, maar dat zijn eigenlijk zonevreemde woningen in een bedrijvenzone. Op een of andere manier moet dat woonrecht daar wel gegarandeerd worden. En wat wij vragen is een duidelijk structuurplan, een soort masterplan voor die zijde. Van de brug. Dat is lopende, hè, meneer Laremans. Dat is ruk voor lopende, hè. Maar wij wachten op de centen van die weg. Dat is alles. Ja, en die woonfuncties aan de Oostvaartdijk, links van de brug dan, naar Hunbeek toe, die is gegarandeerd. En als die omleidingsweg er komt, dan gaan dat een van de schoonste plaatsen zijn van Grimbergen om te wonen. Ja, die is gegarandeerd, maar in de praktijk zou het wel kunnen dat die woningen opgekocht worden door bedrijven, omdat het heel interessant wordt voor bedrijven om dat daar... Dat kan niet, meneer Laremans. Ja, daar heb ik mijn twijfels bij. Het is ook gelukkig. Ik heb jou zo'n twijfels altijd. Oké, dat gaan we hier nu beslissen dus. Volgende vraag. Van Olivier Verstraeten, gericht naar alle partijen, die maakt zich zorgen over de parkeerproblemen overal eigenlijk. In Borgt, Strombeek, in Bergen Centrum. Is dat een probleem hier? Wie wil daar iets over kwijt? Ja, ik heb hier juist Borgt gehoord. Er zijn van die lijsttrekkers die pamfletten versturen waarin staat dat in de Borgt niks gebeurt voor parkings. Nu, alle beschikbare ruimte dat we wel hebben additionele parkings aangelegd. Mm-hmm. Maximaal meer plaats is er niet meer. Dus, er valt eigenlijk niks. Mensen hebben, er vallen niet meer parkeerplaatsen bij te creëren. Vandaag niet. Nee. Nu, wat Strombeek betreft, zijn daar duidelijke plannen over in het masterplan. Nu, wij zeggen wel dat men eerst grondig de probleem van de eventuele afwatering moet onderzoeken. Maar als men daar groen licht krijgt, dan vinden wij dat inderdaad een ondergrondse parking moet komen aan het gemeenteplein. Dan vinden wij dat er mogelijk zo, maar dat zal misschien nog veel moeilijker zijn, aan het Sint-Amandsplein een ondergrondse parking moet komen. En dan denken wij aan een parking aan het begin van de Villegastraat, waar nu eigenlijk dat braakterrein is tussen de Oude Mechelse Straat en de Villegastraat. Daar zou men perfect een parking kunnen inrichten, waardoor mensen te voet naar het cultureel centrum kunnen en te voet naar het gemeenteschool. Oké, meneer Timmermans, die heeft nog niet... Ik denk wat het masterplan heeft duidelijk gemaakt is, als je een analyse maakt en je weet wat de behoeftes zijn en dat daar kan worden op ingespeeld in de duidelijke planning en tijdschaal die je daarvoor nodig hebt. Masterplan, dat zijn ideeën, die gaan nog grijpen. Wat wij vragen in ons programma is dat er rond dat aspect van mobiliteit natuurlijk een serieus onderzoek zal gebeuren. Welke functies trekken welk soort verkeer aan? En veel mogelijkheden heb je vandaag niet, die gaan sterke functies gaan ontwikkelen, maar dus de vraag van het parkeerbeleid staat niet los van de vraag van mobiliteit in zijn geheel. En het gaat daarover in de eerste plaats. Wat willen we laten bereiken, bereikbaarder maken, met welke vervoersmiddelen? In het masterplan was er een algemeen idee dat ik heel sterk vind. Er is een nieuwe ruggengraat geven aan het centrum van Stormbeek met verkeersluwe straten. Dat heeft dan natuurlijk zijn consequenties. En laten we de tijd nemen om rustig na te denken over wat je verder als infrastructuur kan gaan ontwikkelen. Dat je pas klaar, maar het is een vraag van mobiliteit, het gaat niet alleen over infrastructuur. Meneer Laremans, en dan gaan we naar de volgende vraag. Ik wil je rustig nadenken. Ik denk wat de parking betreft, ondergrondse parking,
aan het cultuurcentrum, die is heel hard nodig. En daar zijn al debatten over en studies sinds 1999, maar men heeft dat systematisch voor zich uitgeschoven. Nu, ik heb met nogal mensen gesproken, onder meer ook de vorige directeur van het cultuurcentrum, en die zei nog enkele jaren, en het is gedaan met ons, wij kunnen de concurrentie niet meer aan met de omliggende cultuurcentra, omdat de mensen niet meer kunnen naar dit centrum komen. Er is gewoon geen zekerheid op parking, er is een heel groot probleem. Ze zijn hier toch geraakt? Ja, er is een heel vaak in het centrum was toch een beetje een groot probleem. Een plantboven die we zitten met een groot complex met allemaal winkels en zo, dat er nog eens bij komt. Men moet daar een parkeeroplossing voor vinden en dat kan met kleine ingrepen eerst een ernstige grote parking nodig gaan. Oké. Volgende vraag, als ik mag, van meneer Theo Slagmuilders. Ik denk gericht aan alle partijen en het is een gevoelig thema hier, heb ik al gemerkt. Het Vlaams karakter van Grimbergen willen behouden, in hoeverre kan de gemeente daar handelen? Wat is er mogelijk? Ja, je ziet dus met enorm veel wettelijke beperkingen. Dus ik mag vandaag nog op rekenen. Tegen mijn schoolhoofden, als er iemand binnenkomt met een kindje en je hoort dat die geen regels staat, jij mocht die niet inschrijven. Dat mag ik niet zeggen. Nee. Ik mag tegen de handelaars op de markt niet zeggen, je mocht geen tweetalige pancartes leggen met de prijs op. Ik mag dat niet zeggen. Ik word daarvoor teruggevloten door de gouverneur. Daar zijn wetten over. En zover dat er bepaalde dingen wel wettelijk mogen, doen wij die. Er zijn dingen die gebeuren, die niet wettelijk zijn, ik ga die niet zeggen. Want dan zal er wel iemand klacht neerleggen, zeker. Dus, maar je moet dat is heel veel gestaafd op goedwil van de partijen, van die erbij betrokken zijn. Maar wettelijk hebben we niet veel mogelijkheden. Hè? Nee, blijkbaar vandaag is ook het wonen in eigen streek. Ik zeg ja, wel, maar je mag niet vragen aan de mensen, spreek de gaan Nederlands. Hè? Hmm. Dus u staat eigenlijk als gemeente... Dat kun je gebeurt, eigenlijk maar weinig, dat mag niet, hè. Als gemeente kun je dus eigenlijk weinig doen. Wettelijk kunnen wij zeer weinig doen. Wat dat niet betekent, dan wel dingen doen. Van de NVA, meneer De Krok, en dan iedereen komt... In Halle-Vilvoorde bestaan er toch wel een aantal voorbeelden. Ik kijk naar Halle bijvoorbeeld, daar hebben ze een taalcharter en een manifest. Ik weet ook, daar worden ook de bedrijven in vernoemd en dergelijke. Ik weet ook, zoals u zegt, dat strikt juridisch en wettelijk gezien dat we bepaalde zaken niet kunnen opleggen aan bedrijven. Maar je kan het wel in een charter en een manifest opnemen en geleidelijk aan een bepaalde doorgedreven sensibilisering die ergens doorheen heel uw beleid zou kunnen aan bod komen. Dat is wat mevrouw de burgemeester ook zei. Dat hebben we misschien de laatste jaren misschien veel te weinig gezien uiteindelijk. Want ook het, in het kader van het sportbeleid, want we hadden het daarnet nog, ik had het even aangehaald, rond de voetbalploeg. Oké, je verdwijnt uit de sportraad of je wordt eruit gezet omdat er na controle. Maar uiteindelijk moet je ook gaan kijken naar heel de subsidieringsregels. En je kan daar ook wel proberen zoveel mogelijk, laten we zeggen, het accent er gaan leggen of te proberen clubs te gaan, ik zal niet zeggen dwingen, maar toch zodanig, bij wijze van spreken, iedere keer terug de nagel op de klop te gaan. De nagel met de hamer op de spijkers met koppen slaan. Ja. Ah, ik wil daar gewoon even een kanttekening bij maken. Akkoord, we moeten streng zijn, maar vergeet niet dat in die clubs ook zeer vele lokale mensen spelen. Hè. Er is nog altijd 70% in de jeugdwerking van Strombeek, die van Strombeek en Koningsweg is. Mocht dat niet vergeten. Oké, meneer Timmermans, eerst had ik gezegd, denk ik, in verband met de ontnederlandsing en wat de gemeente kan of moet ze. Kijk, er zijn twee mogelijke houdingen. Dat had u dat net gezegd, ja. Nee, als je me dwingt, dan kom ik in opstand. Dan komt een muilenspiegel in opstand. Je kan charmeren ook. Dus wat wij zouden willen ontwikkelen is gewoon het charme-offensief. Wat heb je te bieden om Franstaligen, anderstaligen echt zin te geven om in het Nederlands aanbod iets te gaan ontwikkelen? Mm-hmm. Ik denk dat we daar veel kansen laten liggen. Mijn antwoord gaat een beetje in dezelfde richting, in die zin dat je mensen ook moet prikkelen om zich te integreren. Het is daarnet al gezegd, veel mensen komen hier wonen, maar de kinderen gaan naar Brussel, naar school, ze werken in Brussel, ze hebben hun vriendenkring in Brussel, hun sociaal leven in Brussel. Dus in die zin moet je inderdaad inzetten op, wij zijn een Vlaamse gemeente en de voortaan in onze gemeente is Nederlands. Wat de mensen in hun privéleven spreken, dat gaat ons eigenlijk niet aan. Ik spreek met mijn vrouw Spaans, dat is mijn recht en dat is het recht van iedereen. Maar Grimbergen is een Vlaamse gemeente en we moeten de mensen stimuleren om inderdaad
het Nederlands te leren. En het Nederlands moet ook in het sociaal-cultureel leven een taal zijn. Maar je moet mensen dan ook stimuleren om naar dat cultureel te komen. En om deel te nemen aan het gemeenschapsleven. En dat zie ik nog veel te weinig gebeuren. Ja. En het onderwijs heb ik daarnet gezegd. Ik zou mijn kinderen, ik zou zeker niet zeggen, Franstalige kinderen mogen zich hier niet inschrijven. Ik zou dat zeggen, mag ook niet wettelijk, hè? Nee, maar dat zou ik ook nooit doen, al moesten we het mogen. We moeten die kinderen inderdaad stimuleren om dat Nederlands te leren. En die ouders moeten we ook betrekken bij het schoolbeleid. Ja. En die ouders moeten ook Nederlands leren. Oké, meneer Leidemans dan? Een paar zaken. Ten eerste, en je mocht een aantal zaken wettelijk niet doen, maar er zijn alternatieven, bijvoorbeeld wat wonen betreft. Flabinvest kan veel en doet ook veel in een aantal gemeenten, vooral ten zuiden van Brussel. Dat is de Vlaamse overheidsinvesteringsorganisatie in wonen. En die gebruikt criteria, een soort cluster van punten om mensen naar die woningen te krijgen. En op die manier kun je terug Vlamingen aantrekken. En dat is nodig, hè, want de evenwichten moeten hersteld worden. Hoe kun je nog mensen integreren? En ik ben voor integratie, ik versta me niet verkeerd. Maar hoe kun je anderstaligen integreren als er geen draagvlak meer is? Als er geen of bijna geen Nederlandstaligen meer zijn in Stormbeek? Je moet eerst zorgen dat er terug Nederlandstalige gezinnen komen wonen in Stormbeek. En kun je ook anderen aanzetten om Nederlands te leren. Dus dat is één, zorgen dat er voldoende Vlamingen zijn. Twee, in het onderwijs, de realiteit is er. Je kunt ook geen kinderen uitsluiten, zeker niet als ze in de gemeente wonen. Taalbladklassen is daar een oplossing. Je kunt kinderen die echt niet mee kunnen, op het einde van het derde studiejaar, kun je een jaar, maximum, of enkele maanden in zo'n taalbladklas intensief begeleiden. En daar moeten we met de Vlaamse regering ook over onderhandelen. Dus nood zou wij een soort proeftuin zijn in Gindenberg, waar dat wij kinderen veel meer kansen geven om Nederlands te leren, om bij te kunnen benen. En dan kun je die kinderen, die nu een hele schoolcarrière achteraan brengen, veel meer naar voren duwen. En de derde, wat sport betreft, daar heeft de gemeente een halve maatregel genomen. Namelijk, gezegd, kijk, je bent geen lid meer, dus moet je meer betalen voor je matchen. Dat gaat om een paar duizend euro per jaar. Maar dat is onvoldoende, want de informatie die wij hebben is dat alle trainingen nog altijd op minst tweetalig en vaak eentalig Frans zijn. Dat er in de praktijk niks verandert en de druk moet dus verhoogd worden. Okay. Wij geven nog altijd gratis die kantine, waar zij dus serieuze opbrengsten van kunnen hebben. Als zij blijven voordoen en doen alsof Grimbergen niet bestaat, dan moeten we gewoon dat afschaffen en een nieuwe club oprichten. Meneer Stellestad, bestuurslid van de club. Rond? En ik denk, ik ga hiermee afronden, ik denk dat de gemeente daar veel meer aan zou kunnen doen en ook op een constructieve wijze kan doen. Okay. Ja, ik heb gewacht op haar naam, verbruik is ik. Inderdaad, ik woon in de Bocht en ik zou meegaan met een fusie naar Stormbeek. Ja. Met zo'n Bocht waren allemaal Nederlandstaligen. In Stormbeek was dat iets anders. Ik heb daar 3 jaar bij gezeten. En ik ga nu een brief voorlezen van de voorzitter, die van de week verstuurd geweest is, naar aanleiding van een gesprek dat ik had met de voorzitter van de NVA. En die brief begint als volgt: aan alle jeugdtrainers, afgevaarden en sympathisanten. Wie is er verantwoordelijk voor deze zoveelste uitgever? Dus een klachten binnen van ons. We liggen al in zeer slechte landen van de gemeente, maar als neutrale waarnemers dat melden, worden de problemen alleen maar erger. Besef wel dat ik dit kan leiden naar een zoveelste confrontatie met de gemeente en in tijden van verkiezingen en de daaropvolgende nieuwe coalities onze club zwaar gaan getroffen worden, onder andere door schorsing. Een vergadering daaromtrent dringt zich opnieuw op. Graag kortelings jullie reactie. In afwachting, laat iedereen coachen in het Nederlands, perfect of gebroken, en laat de trainers het ook weten aan de spelers en familie. Mannen, doen alsjeblieft. Laten we hopen. Inderdaad, en ik heb daar reacties van gezien. Goeie vooruitzicht. Ik heb daar reacties van gelezen via e-mail, die ga ik hier niet voorlezen. Maar die trainers zeggen dan, wij komen hier niet voor taalkursus te geven, dus daar moeten we een oplossing aan vinden. Iedereen wil het doen. Maar ik denk de volgende stap is, in plaats van altijd af te breken, misschien een voorstel te doen van hoe kunnen die beter Nederlands laten doen. Ja, oké. Goed. Een volgende vraag, want ik heb hier nog een hele stapel liggen van Gilijn Lolle. En die vraagt zich gewoon af, waarom is het containerpark zo duur? Sorry. Waarom is er zoveel afval? Afval is enorm duur om te verwerken. Wij, tot een aantal jaren geleden was ons containerpark gewoon gratis. Ja. En ik geloof dat gans Vlaams-Brabant bij ons kwam kappen. Kwam dumpen. Ja. Ja. Dus ik heb nu gehoord dat de Vlaamse regering daar werk wil van maken. Om blijkbaar. Een eenvormig tarief. Ik juich dat alleen maar toe. Ja. Want dat is dus een heel zware problematiek. Maar ik snap dus niet waar de mensen al dat vuil vandaan halen. Dat is ongelooflijk, hè. Ongelooflijk. In Weerlo van uw hoge prijzen. Moet dat niet wegsmijten. Oké, volgende vraag. Dat is een duidelijk antwoord.
Voor CD&V ook. Van meneer Roel Matthijs. Kies één deelproject uit het masterproject, denk ik, van Strombeek, dat u zeker wil realiseren. Voor de in het masterplan, de twee prioriteiten die er zijn, is de school, allereerste prioriteit. En de tweede prioriteit is een nieuw administratief gebouw voor het OCMW, mm-hmm. dat hier nu in een stuk zit dat heel, in heel slechte staat zit. En dat komt dus er zeker twee, wat dat zijn de twee eerste prioriteiten en dan zal geleidelijk aan verder gewerkt worden aan al de rest van de infrastructuur. Oké. Allemaal vragen voor meneer Laremans hier. U hebt van Mark van Godsenhoven, denk ik. Ja? U heeft de ambitie om burgemeester te worden, iemand bij uitstek die mensen bij elkaar brengt, verenigt. U doet niets anders dan mensen tegen elkaar op te zetten. Ja. Kort. Ja. Collega van Godsenhoven, waarvoor ik toch wel respect heb. Een collega? Een collega uit de gemeenteraad, fractieleider van Groen. Ja, oké. Moet dat dan zeggen? Wel, ik probeer dat juist niet te doen. En u zal toch ook aan het taalgebruik van de folders van vernieuwing gezien hebben dat we het proberen juist anders te doen en ons breder op te werpen en ook naar anderstaligen toe de hand uitsteken en zeggen, kijk, dit is een Vlaamse gemeente, maar wij werken aan integratie. Ik heb daar geen enkele moeite mee, ik heb daar straks al gezegd, u weet dat, wij hebben ook een anderstalig gemeenteraadslid. En wij steken de hand uit naar die mensen, maar je moet wel duidelijk uw gemeente durven affirmeren als Nederlandstalig. En als je dan zit te juichen, want u was bijzonder enthousiast natuurlijk, als er op de gemeenteraad op 30 augustus werd gezegd, we gaan onze gemeentelijke diensten interculturaliseren. Dan heb ik grote vragen, want dat is een verkeerd signaal naar de. Jij had er altijd dat één klein woordje ja, uit. Uit een plan verdikken waar ik weet niet hoeveel goede dingen in staan. Je moest dus gaan. Maar, dat bol staat van interculturaliteit en waar niks staat over het versterken van het Vlaams karakter van onze gemeente, daar kunnen wij toch niet achter staan. Dat plan is verkeerd, dat is niet overlegd, ook niet met het cultureel centrum. Want afgelopen week hebben een aantal mensen van het cultuurcentrum afstand genomen trouwens, hè, van wat daar allemaal, van wat daar het gevolg van zou kunnen zijn. Dus men is daarmee helemaal op het verkeerde pad als men zegt we gaan de gemeente en onze diensten interculturaliseren. Dat heeft u al een keer of 5-6 gezegd vanavond, niemand meneer Laremans. Ja, oké. Okay. Maar de diensten zijn er wel een klos van, hè. Nog maar toch wil graag eens hebben dat de mensen van het cultuurcentrum een keer bij mij komen om te zeggen wat daaraan scheelt. Ze zijn niet geraadpleegd in heel dat dossier. Pardon, excuseer, dat zijn dikke leugens. De raad van bestuur van het CC is daarover niet geraadpleegd. Oké, okay. Volgende vraag. Ik herhaal het, de raad van bestuur is niet geraadpleegd daarom. Wij hebben leden in de raad van bestuur en die zijn daar niet gekend. Daar. Ah. Bon, we gaan naar de volgende vraag. In verband. Ik probeer er een beetje variatie in te brengen, maar. Ah, hier. Afvalpreventie voor CD&V en Open VLD. Meer vragen voor de zittende meerderheid natuurlijk, dat is normaal. Er wordt volgens deze vraagstelster Ingrid Kromme te weinig gedaan aan afvalpreventie en sensibilisering. Precies, misschien is dat dan een oorzaak voor de grote afvalberg? Of... Maar wij doen heel veel aan sensibilisering. Hè. Allee, dat is, daar zijn mensen constant mee bezig. Maar je weet op den duur niet meer hoe dat de mensen kijken naar je campagnes dat je doet en zo. Ik weet niet meer welke kanalen dat je nog meer kunt gebruiken. Er zijn constant acties over van alles en nog wat. En publicaties en allee. U leest u het boekje van de gemeente Grimbergen? Daar staat toch elke keer onder andere iets in over zwerfvuil, over sluikstorten, over hoe je kan bepaalde dingen composteren, enzovoort, enzovoort. U heeft mij één voorbeeldje gevraagd. Ja, sorry, dat kan niet aan mij aan. Ik heb het daarnet gezegd, ik snap niet waar dat de mensen al die afval vandaan halen. Hè. Ik snap dat niet. Ah, wel ja, dus ja, ik.
En onder andere de prijszetting kan ook wel om te sensibiliseren. Ja. Oké, een andere vraag van meneer Bobo Koyangbois. Spreek ik het goed uit? Nee, waarschijnlijk, hè? Ja, oké. Maar misschien moet u uw vraag wel een beetje toelichten. Wanneer de echte integratie in Grimbergen? Wat bedoelt u precies? Voor het hier. Aha. Er is geen kandidaat voor integratie. Geen kandidaat voor integratie. Wanneer... Ah, u bedoelt geen... Ja. Er zijn geen... Wanneer heeft de integratie, politiek van integratie... Dan zou u een kandidaat op een lijst of zo verwachten, bijvoorbeeld zoiets. Wie wil daar iets over zeggen? Want, ja meneer Koenemans. Kunnen we erop antwoorden? Het zijn twee gescheiden zaken natuurlijk. Wie je als anderstalige of afkomstig uit andere culturen op je lijst gaat zetten, dat is een politiek mandaat. Iets anders is dat je zaken gaat beheren. En onze duidelijke vraag is van een volwaardige integratie dienst te maken. Wat je straks had willen zeggen, je kan natuurlijk mensen dwingen om een taal en om zich te integreren in cultuur. Je kan het ook positief brengen. Bijvoorbeeld, ik woon in Rumbeek aan de overkant van de vaart. Ik woon daar met 5 gezinnen, 3-talige gezinnen. Al die kinderen zijn rolmodellen. Ik heb ze nooit in jullie informatieblad gezien. Er zijn mooie portretten van te maken. Ontwikkel zo'n positieve energie. Dat zijn de voorbeelden die je kan exporteren naar andere doelgroepen in deze gemeente en breng daarmee een dynamiek tot stand. Dat is vandaag niet het geval. En dat ontbreekt een beetje in informatie. En van het een zal het ander komen. En we kennen verenigingen die het heel moeilijk hebben. Pastor Hugo heeft het moeilijk in zijn vereniging. We kunnen die helpen. En je moet ervan uitgaan dat dat met vallen en opstaan gaat, dat dat geen specialisten zijn van integratie en dat je die van heel nabij moet begrijpen. Meneer werkt voor een vereniging die... Heeft dat eigenlijk niet voor. Als vrijwilliger heeft hij verenigingen opgericht. Om integratie te bevorderen. Oké. Ja. Meneer... Ja, wel, ik vind dus ook dat het belangrijk is van inderdaad open te staan naar... nieuwe Grimbergenaars voor uw lijst. Nu, wij hebben op onze lijst een Nederlander staan, iemand uit Chileense ouders, een meisje van Iraans-Armeense afkomst en we hebben ook 3 perfect geïntegreerde Franstaligen. Ik nodig iedereen uit om ze te zoeken. Hun kinderen gaan naar de Nederlandstalige school, zijn ingeschakeld in het Nederlandstalig cultureel leven. Dus wij hebben dus echt wel inspanning gedaan om onze lijst op dat vlak divers te maken. Nog iemand in verband daarmee? Oké, een vraag van meneer Mark Roeland. Ja. Dus de vraag is, kan de metro liever met een lus doorgetrokken worden tot op parking C? Maar ik neem aan, ik weet niet of het de gemeente daarover gaat. Daar gaat de gemeente niet over, maar dat zit wel mee in de ideeën van Brussel. En de lijn enzovoort, om even weer op parking C een soort overstapparking. Dus dat zit mee in dat dossier. Maar daar moeten de gewesten over onderhandelen. Ja, maar dus dat is een heel goed idee, maar daar kunnen wij inderdaad niet over. Zeer fijn. Maar u zou het wel een goed idee vinden? Alleszins tot aan de overkant van de straat, want we stoppen eigenlijk aan de verkeerde kant van de straat. Ja, inderdaad. Ja, oké. Okay. Dus Pia kan zich daar volledig bij aansluiten. Iedereen hier blijkbaar, ja. Dan een vraag voor CD&V nog van meneer Roland Beustenbergs. Ja, Beustenbergs, sorry. In augustus 2011 stonden alle kelders dus onder water in de Mechelse straat. En nu is het oktober 2012 en er zijn nog steeds geen aanpassingswerken gebeurd en de vraag is hoe lang nog voor CD&V. Mag je CD&V over aan VLD, want dat is een specifieke. Ja, dat heb ik gemerkt. Inderdaad, van sedert augustus hebben we een restje gekregen van waar er overal problemen zijn. Ja. Wat hebben wij in de eerste fase gedaan? Overal kameraonderzoeken. Zijn er problemen? En het is niet alleen de Mechelenstraat, het is ook de Meisterstraat. En de volgende stap is dan, gaan we iets aan doen? Ja, we gaan er iets aan doen. Wat hebben we gedaan? We gaan een ontwerper aanstellen, want we kunnen dat zelf doen. En een ontwerper gaat dan een ontwerp maken dat wij dan gaan betalen en uitvoeren. Nee, meisjes die zo
De Meisjesstraat is al zo één voorbeeld. Maar we kunnen maar ja, straat per straat aanpakken, want een straat gaan vernevelen. Uiteindelijk komt er op neer om een volledige straat. En wanneer komt die de Mechelse straat dan in orde? Ja, dat zijn de begrotingen. Dat is, ja, per jaar wordt in de begroting iets ingeschreven. Nu, als je ziet dat wij in Strombeek al 7 straten gaan aanpakken, waar ook problemen zijn, ik heb ze daar straks opgesomd. Ja. Dus we gaan van Antwerpen en Gemba naar het centrum, dat zijn heel zware projecten. En dan nemen wij als gemeente links en rechts nog in mei en nu is het de Meisjesstraat. De Mechelstraat zal ook aan bod komen. We hebben ook nog een paar knelpunten ontdekt. Dus knelpunten, daarmee bedoel ik, daar komen woonwijken bij, want die afwatering gaat allemaal door dezelfde straat. En daar zijn we dan aan het overkoppelen naar andere straten. Hmm. Maar dat moet eerst extra moeilijkheden. Dat moet eerst allemaal analyseren en zeggen, we gaan maar iets beginnen. Ik moet analyses maken en dan proberen al tijdelijk iets te doen om later in een project te gaan. En de Villegastraat? Ah, de Villegastraat is ook zo'n straat, ja, die is heel slecht. We zijn vandaag bezig in Strombeek, we zijn daar een bezinkingsbekken aan bouwen. We gaan de volledige ringlaan doen, vanaf de Grimbergse Steenweg tot Sint-Annelaan. We zijn bezig vandaag in Humbeek, Kerkstraat, Meisjesbeek. Volgende week gaan we de aannemer kennen voor de Benedenstraat, dus daar betonblokken. Al die huizen zijn vol met barsten. Ja, ja, ik heb een lange lijst. Er is nog werk aan de winkel. Ik denk dat dat een probleem is van de mens. Allee, vroeger is er minder geïnvesteerd geweest onder de grond. Was men meer boven de grond bezig. Maar nu de laatste jaren nog een beetje dankzij Aquafin, die medesponsor is, die projecten moet goedkeuren, de minister dat moet tekenen. Ik ga een voorbeeld geven. De Tangenbeek-collector wordt aangepast. Daar heb ik geluk, de Vlaamse regering heeft daarvoor 15 miljoen vrijgemaakt. Maar we gaan een nieuwe collector krijgen, we gaan RWA aanleggen. Dus wij kunnen met ons budget werken. De dienst openbare werken, daar zit vandaag een diensthoofd. Eén een technische mens die zich bezighoudt met de wegen is. Ene voor de nutsvoorzieningen. En dan nog één persoon die zich bezighoudt met het gebouw. En dan nog iemand voor andere rest op te volgen. Ja, meneer Laremans. Of... Ik zou daarover toch nog iets willen zeggen. Het is zo dat er ook een gebrek aan communicatie is met de mensen. Die dienst is zwaar onderbemand. Er zijn heel veel mensen geconfronteerd met dat soort werken en met klachten en dergelijke. Men mailt naar de gemeente, men schrijft, maar men krijgt heel zelden een antwoord. Of als men al een antwoord krijgt, is dat dan puur een ontvangstmelding en nadien niks meer. Gewoon omdat die diensten niet dat die onwillig zijn. Die mensen werken heel hard op die dienst. Maar ze zijn met te weinig, daar moet zeker een personeelslid bij komen dat verantwoordelijk is voor communicatie. Want op dit moment zijn we niet professioneel. Oké. Nee, ik ben akkoord. Allee, ik ben wel akkoord, maar we kunnen die dienst met 20 mensen erin zetten, maar we moeten ook zien dat je middelen hebt. Mm-hmm. Ja, wij doen nog andere dingen. Ondertussen zijn we slikkers aan het vrijmaken. Ze zijn bezig met putten, verzakkingen, met verkeersstekens aan te brengen, markeringen. Er blijft te veel liggen door de afwezigheid van de extra. Misschien schrijven jij te veel brieven aan de gemeente, dan moeten ze opzoekingswerk doen, waardoor ze niet kunnen werken. Dat valt nog heel goed binnen. Dat valt nog heel goed binnen. Maar dat vindt mij recht, hè, om die gelukkig dat al die 31 anderen dat niet doen, anders moest ik 3 extra personeelsleden hebben. Ik had ook nog een vraagje, los van degene die hier voor liggen. Het kartel is gesplitst in de loop van de legislatuur en zo, maar willen de huidige meerderheidspartijen eigenlijk samen verder na de verkiezingen? Of gaat iedereen met ongebonden naar deze gemeenteraadsverkiezingen? Verkiezingen zijn altijd verkiezingen. Dus je moet zien dat ik heb al, het is mijn 6e keer dat ik meedoe voor de gemeenteraad. Ik ben 30 jaar bezig ondertussen. Ik heb een aantal verkiezingen meegemaakt, parlement enzovoort. Dus eigenlijk elke verkiezing heeft altijd verrassingen opgebracht. Mm-hmm. Dus op voorhand al gaan zeggen we gaan het zo of zo doen, dat is heel moeilijk. We gaan naar 33 raadsleden. Dat zijn dus 17 mensen om een meerderheid te maken. Mm-hmm. Minimum. Hè? Ja. Dus het zal afhankelijk zijn van hoe de kaarten geschud worden. Uiteraard, maar hebt u een bepaalde voorkeur om de huidige meerderheid verder te zetten? Ik ben voorstander van positieve mensen. Ja, kort dan, de kager. Heel kort, ik ben een goed voorstander van positieve mensen. Ik hoop alleen dat men in Grimbergen niet de fout begaat die men in het OCMW gemaakt heeft. Op een moment heeft men daar het begin van de legislatuur samengespannen om een Franstalige in een commissie te krijgen en op die manier iemand van onze partij er buiten te houden. Alle partijen hebben toen meegewerkt daaraan. Mijn vraag is, gaat u in elk geval ervoor zorgen dat het UF
dat hier terecht niet is, want die mensen zijn totaal niet aanwezig in de debatten en zijn negatief ingesteld, dat weet u. Gaat u ervoor zorgen dat het u heeft, zeker niet aan de bak komt, ook al kan dat betekenen dat we dan misschien met ons moeten meedoen. Maar in elk geval niet het UF, ik had daar toch ergens de mening over. Kort dan, want ik stel, of de mensen stellen hier wel de vragen. Ja. Jean de Wit, als u wilt. Jean de Wit is perfect betalen. Ja, ook nog. Ik ga daar geen uitspraak over doen. Okay. Ik was toen niet betrokken bij die constructies. Ik weet dat niet. Oké, volgende vraag dan. Veel over wateroverlast, dus blijkbaar toch wel iets anders. Ja. Een vraag. Niet naar een partij in het bijzonder gericht, maar van meneer Jan Laremans. Welke partijen zijn bereid om zoals in Mechelen en in Turnhout denk ik ook, in intelligente camera's te plaatsen op de invalswegen, dus met nummerplaatherkenning? Maar dat is waarschijnlijk vooral een kwestie van meneer Zellestracht, van middelen. Ja, we zijn de laatste 6 jaar bezig geweest met camerabewaking. Mm-hmm. Je hebt daar vaste in, je hebt daar beweegbaar in en dan ook nog de nummerplaatherkenning. Ja. En ik denk dat meneer Armes erbij was. We zijn dat gaan bekijken in Mechelen, hoe goed dat functioneert. Voorstel, ja. En dat functioneert goed, maar wij zijn in Grimbergen op het standpunt dat we dat niet moeten lokaal bekijken, maar dan nog beter vanuit de provincie bekijken. Uh-huh. Want als je je tijd daar moet gaan instellen, want iemand rijdt ergens af, die is niet verzekerd, gemeld, dan kun je veel voor niet roepen, daarachter kunnen je zaventem niet roepen, dan kan Gans Vlaams Brabant bezig zijn voor een dat zijn verzekering niet betaalt. Een manier van spreken. Uh-huh. Maar ik denk dat is geen lokaal probleem, dat is een probleem provinciaal. En ik denk dat we zo moeten gaan. Oké. Voor het huidige beleid. Graag enige uitleg. Het is hier al een paar keer ter sprake gekomen vanavond. Hoe het integratiebeleidsplan wordt aangepakt. Wat zijn de vereisten? Ja, ik begrijp de vraag niet zo goed, maar misschien begrijpt u ze beter. Ik weet dat we hebben al een plan, die gaan we uitwerken. Er is een plan, ja. De persoon, de naam staat er niet op, dus ik weet niet wie. Graag een beetje toelichting. Toelichting bij het integratiebeleidsplan. Ja, dat is een avondvullend programma. Ik ken dat niet van buiten, hè. Daar zijn mensen mee bezig geweest, dat staat op papier. Misschien kan de vraagsteller anders... En daar zijn zeer concrete acties overal gepland. En dat is voor de integratie van Franstaligen en anders. Dat gaat niet alleen over... Hier zijn mensen in Grimbergen die niet kunnen lezen en schrijven. Hè. Dat gaat ook daarover. Gaat ook daarover. Hè. Mm-hmm. Dus dat is niet alleen taal. Hè. Taal is een onderdeel, maar het gaat niet alleen over taal. Hè. Okay. Dus... Ja, meneer Laremans. Ja, dus inderdaad heel omvattend en plan loont de moeite om eens te lezen. Ik heb trouwens gevraagd om het op internet te plaatsen, dan zou men eens kennis van kunnen nemen. Het is 60 bladzijden, er is hard aan gewerkt en dat geef ik toe. En de analyse van de ontnederlandsing bijvoorbeeld is heel gedetailleerd en correct. Het zijn alleen de oplossingen die men aangeeft die veel te ver gaan zijn. Maar een van de dingen die men zegt bijvoorbeeld, we willen de bibliotheken openstellen, op de drempel zodanig verlagen dat anderstaligen er naartoe kunnen komen. Maar wat bedoelt men dan? Ik heb er vooral heel veel vragen bij. Ik had 10 uitgebreide vragen daarover, maar geen enkel antwoord gekregen. Op dit moment zijn de drempels al heel laag. Iedereen die wil, elke anderstalige kan in het CC binnenstappen en tal van films meepikken die ondertiteld zijn of die in het Engels zijn of in het Frans of wat dan ook. Het cultuurcentrum is heel internationaal. De bibliotheken, daar zijn al in verschillende talen boeken. Maar wat moet je nog doen? Vindt u dat een probleem? Nee, dat zeg ik toch ook niet. Nee. Maar ik zie niet waarom dat we bijvoorbeeld in het Turks of het Arabisch of in het Chinees of in het Italiaans of zo ook allemaal boeken moeten gaan. Dat is niet de oplossing en daar is ook geen vraag naar. Wat bijvoorbeeld wel kan, is misschien meer boeken in eenvoudig Nederlands om Nederlands te leren en meer boeken mee. Voor een keer geven ze dan het antwoord. Ja, maar dat is uit uw documenten blijkt een heel andere zaak. Okay. Het blijkt overal interculturaliseren. En dan roep je enorm veel vragen. Maar we gaan hier niet de hele avond praten over een integratiebeleidsplan, wat ook niemand hier waarschijnlijk heeft gelezen. Dus een volgende vraag. Sorry, maar want er zijn namelijk zoveel vragen over wateroverlast. Dat ik het gevoel heb dat ik af en toe dezelfde vraag aan het stellen ben.
Maar dit keer in het centrum van Grimbergen, meneer Sellenslag. Blijkbaar kunnen de riolen het allemaal niet slikken. En wat gaat u daaraan doen om dat op te lossen? Daar zijn we dus ook mee bezig. Het gaat voornamelijk over het water dat... Maar het is wel een ernstig probleem. Ik wil er ook niet lacherig over doen, want mensen zijn blijkbaar zeer ongerust bij noodweer dat het... Dat de... Maar ik ga een voorbeeld geven. We zijn bezig met de hernieuwing van de lage stedelijk bijerplaat. Wij stellen een ontwerper aan, die doet... Daarover gaat het in de vraag. Die doet een studie, die komt een ontwerp af. Dan willen we gaan afkoppelen en dan zegt die afkoppelingsdeskundige, daar ligt geen riolering. Dus de ontwerper heeft het ontwerp opgemaakt en dan zegt die afkoppelingsdeskundige, ik vind daar geen riolering. Dan blijkt die riolering op een andere plaats te liggen en dan komen die zaken op licht van, ah, dat zal misschien de reden zijn waarom dat er water overlast is. Specifiek voor het centrum van Grimbergen. Ja. Ik denk dat we moeten erkennen dat de meerderheid echt wel probeert een aantal infrastructuurwerken, inhaalwerken op touw te zetten om problemen zoals we ze vorig jaar in augustus gekend hebben te voorkomen. Ik denk dat we dat moeten erkennen. Wat wel, vind ik, te weinig gebeurt, is dat men ook oog heeft voor de toenemende verbetonering, verharding van onze gemeente. Je hebt de plannen voor de ring, om er maar één te noemen, maar er zijn een aantal mogelijkheden. Bijvoorbeeld, mensen kunnen subsidies krijgen als hun oprieten niet met verharde elementen aanleggen. Mensen krijgen, en bij bouwwerken is men ook verplicht van hemelwater te voorzien, van waterputten te voorzien, maar men controleert eigenlijk niet of die waterputten gebruikt worden en of die inderdaad wel aangekoppeld zijn. Mensen krijgen subsidies voor groendagen, maar veel mensen weten dat niet. En ik denk, allee, dat zijn allemaal kleine maatregelen, maar zeker bij van die enorme onweders zoals we die eind augustus vorig jaar gekend hebben, is het belangrijk dat je ook een stuk opvangcapaciteit hebt. En elke vierkante meter beton is een vierkante meter meer waar geen water kan incijpelen. Dus op dat vlak moet men ook een beleid voeren. En daarom ook als wij zeggen van beschermd open ruimte, dan is dat niet alleen voor de vogeltjes en de bloemetjes, dan is dat ook omdat wij denken dat dat gewoon essentieel is om een beleid op lange termijn te voeren. Oké. Nu, de bebouwingsindex, hè, dus de VTE's en zo, dat is, daar wordt zeer streng op toegekeken. Hè? Ja, ja. En de groenterreinindexen en zo, dat is allemaal niet meer simpel om nog een project rond te krijgen. Hè, want daar wordt heel streng op toegekeken. Hè? En opvangcapaciteit enzovoort enzovoort. Meneer Laarmans, nog kort hierover. Ja, je moet ook durven, als men zegt bufferen, dan moet men ook durven prioriteiten stellen. En ik denk dat de prioriteit nog altijd is dat de mensen droog zitten eerder dan dat schapen droog zitten. En bijvoorbeeld in de Lekkerweide, daar zegt men vanuit Groenehoek, ja, dat mag niet overstromen, want dat is een belangrijk natuurgebied. Ik denk dat men dat wel degelijk... Nee, als een overstroom weet, dat is niet juist wat u zegt. Dat is wij zijn helemaal voor het uitbreiden van het bufferbekken aan de Lekker. Dus waar u dat haalt... In de Lekkerbos of in de Lekkerweide? Want... Voor ons mag dat gerust, want eigenlijk natte gebieden zijn eigenlijk perfecte natuur. Dat laat u niet laten. U moet wel de waarheid vertellen. Heb u dat ergens in ons programma gelezen? Nee, maar u zit nog niet... Maar zij zegt dat hij... Nieuw en twee, er is een bijkomend stuk ter hoogte van de Noordbeekstraat dat opgehoogd is en waar wij het verleden ook al hebben voorgesteld. Graaf dat terug af, dat is een natuurlijk overstromingsgebied en daar kun je bijzonder veel water bufferen. En dan vermijd je dat precies daar die mensen anderhalve meter onder water staan. Je moet daar ook een beetje lef hebben en daar wat kosten in durven investeren. Want het zal jaren duren vooraleer het stort waar OVAM wil saneren, vooraleer de grote buffering wordt gerealiseerd. Het zal jaren duren eer dat allemaal gesaneerd is. Dus moet men tijdelijk stappen durven zetten. En we zijn helemaal akkoord met die sanering. Ja. Kijk eens aan. Ik ben het zelf eens met u, meneer. Kijk eens aan. Verrassingen zijn er weer. Een vraag voor meneer De Krok van de N-VA van Olivier Costa. En die vraag gaat als volgt. Op welke indicatoren zal u steunen om te bepalen of uw politiek, zo u die kan voeren dan, omtrent ontnederlandsing al dan niet een succes is? Dus wat... Waaraan zou u afmeten of een politiek tegen ontnederlandsing een succes is of niet? Of het een succes is, je moet op voorhand even... We hebben dat trouwens ook al eens besproken binnen onze groep. We hebben een aantal kernpunten, als we echt tot een meerderheid zouden willen behoren, die voor ons heel belangrijk zijn. En die hebben we hier al opgesomd uiteindelijk voor een groot stuk. Het gaat om een stuk over dat fameuze taalbeleid en dat taalcharter. In welke mate dat je daar... medestanders vindt om daar echt werk van te maken en dat ook te kunnen uitdragen op gemeenteniveau, zowel Strombeek als de andere deelgemeenten. En een andere leidraad in het programma heeft alles te maken met die duurzaamheid. Mobiliteit is voor ons heel belangrijk.
woonbeleid is hier ook al aangehaald, maar daar zitten we met de verschillende partijen op dezelfde golflengte uiteindelijk. En ook voor onze partij is een aantal sociale aspecten zijn ook belangrijk. En dat zijn ook zaken die we terugvinden bij een aantal partijen. Meneer Timmermans? Sorry, ik had de vraag aan het begrepen. De vraag is, wanneer kan u zeggen dat uw beleid tegen de ontnederlandsing geslaagd is? Vanaf wanneer? Wat is uw indicator? Wat betreft het toch niet? Ja, maar dan kun je ook zeggen, wat is de indicator om te zeggen dat er te veel Frans gesproken wordt? Allee, dat zijn dat dingen... Dat bedoel ik. Ja, het is dat, je kunt dat niet meer weten. Maar het is hier al gezegd geweest, de talen zijn vrij, maar het gaat hem over de publiek. Hoe lang gaat je kunnen volhouden of binnen x aantal jaren gaat je kunnen zeggen dat Grimbergen een Vlaamse gemeente blijft uiteindelijk. Ja. Want we hebben het hier al gehad, we krijgen heel wat mensen die, en zoals u zegt, we zijn bereid om al die initiatieven, we hebben hier al opgezond, onderwijs en alle initiatieven die je maar kunt nemen om, noem het nu integratie, of de mensen ertoe aan te zetten om Nederlands te leren, bibliotheek, drempel verlagen, wat weet ik allemaal. Hoe gaat je dat gaan meten? Dat is gewoon wie of hoe gaat je de, hoe moet je dat het gaan uitdrukken? Je hebt een, als iemand, het gaat om over het sociaal weefsel en wij denken dat de taal, en Grimbergen is tot nader order een Vlaamse gemeente, dus je kunt dat, als je moet gaan vaststellen binnen x aantal jaar dat iedereen in zijn hoekje leeft, en gewoon het Frans gebruikt, want het is al een beetje aan de gang, want in Stroombeek is het al zo ver. Je zit met een heleboel Franstaligen die er zelfs niet meer aan denken om de tweede taal te leren. Dus je zult daar toch wel een serieus tandje moeten bijsteken. En hoe gaat je dat gaan meten in de komende jaren? Dat is dat we je kunt maar uw inspanningen doen. Allee, je gaat een achternaam van Nederland. Ja, maar dan gaat je kunt je zo'n jaarlijst zetten om te tellen hoeveel klanten Frans spreken. Maar ontkent u het probleem soms? Ontkent u het probleem? U doet alsof er niks aan de hand is. Er is een zeer groot probleem. Nee, maar goed, wij als Nederlandstaligen hebben altijd de neiging om ons een beetje gemakkelijk op te stellen. En als je twee taalgroepen naast elkaar zet, of twee culturen, een cultuur die heel stevig in zijn schoenen staat, zoals de Franstaligen ook denken dat ze een wereldtaal hebben, zullen altijd minder geneigd zijn. Maar is het maar de vraag zal zijn, wat vermaak je ertegen? Want dat hebben we toch ook al gehoord vanavond, dat het zeer moeilijk is om daar, ja, als gemeente... Wij hebben alleen schrik als N-VA-groep dat we, als we niet een tandje bijsteken, dat je misschien binnen x aantal jaren, die zeggen gezegd, het UF kan ook alleen maar groeien. En het blijft ook een doodpunt in uw democratie. Ja. Want meneer Boelens voor het woord eerst. Dat is ook een graadmeter op de meter. Wel, ik denk dat één punt is belangrijk. Ik denk dat de meeste mensen die Vlaming zijn hier in Grimbergen ook wel trots zijn op hun eigen cultuur. Ik ben in Brussel geboren, mijn ouders zijn uit de Vlaanders ingeweken en ze hebben ook aan die Frans niet meer staan. Dat is één zaak. Maar de uitdaging is, hoe houd je de Vlamingen hier? En daar zie je inderdaad dat Stroombeek een stuk leeg loopt. En daar komt het erop aan van een beleid te voeren dat Stroombeek terug interessant maakt voor jonge mensen. Bij die leerwandeling die we vorige week hier gehad hebben, zei die planoloog zelf, maar ik begrijp dat eigenlijk niet goed. Er zijn mensen die liever elke dag pendelen van Gent, van Aalst, van de andere kant van het land naar Brussel. Eigenlijk moest ik jonge gast zijn, ik zou veel liever in Stroombeek wonen. Je pakt hier de metro of de 3 en je zit direct in de stad op je werk. En daar komt het op aan om die troeven ook uit te spelen en om inderdaad te zorgen dat jonge Vlaamse mensen hier terug kunnen wonen, betaalbaar wonen, maar ook willen wonen. Want velen willen hier eigenlijk ook niet blijven wonen en dat is spijtig. Meneer Timmermans, wil je daar nog iets aan toevoegen? Goh, je kan duizend voorbeelden en projecten verzinnen, hè? Maar bijvoorbeeld, ik heb contact met oude verenigingen van de Europese school. En je kan daarin heel gemakkelijk met die mensen afspreken. Organiseer mij nu in de komende 2 jaar 10 rondleidingen voor Nederlandstaligen, voor Aanstaligen maar in het Nederlands, in het cultureel centrum. Roger Aver, dat weet ik wel, maar dat is heel meegaan. En als we erin slagen, is het goed. Als we het niet gehaald hebben, dan is het een verandering. Dat zijn heel concrete doelstellingen. Meneer Laermans. Ik wil er toch nog even naar toevoegen en dan bevestig ik wat er straks is gezegd door de man van de SPA. Het is inderdaad zo, we staan nog maar aan het begin van de druk vanuit Brussel. Omwille van het open grenzenbeleid dat we meent te moeten voeren, neemt de bevolking daar immens toe. We verwachten de komende 10 jaar 200.000 mensen erbij in Brussel. En alleen maar omdat wij een veel, veel lakser inwerkingsbeleid hebben dan vele andere landen. Ja, voilà. En het probleem is, wij kunnen het niet aan op den duur. Gaan de
gewoon geen Vlamingen, geen jonge Vlaamse gezinnen meer overblijven als men niet een actief woonbeleid voert om die terug naar Stormbeek te krijgen. En dat gaat niet met appartementen bij te bouwen. Men zal jonge mensen alleen maar aantrekken als ze en blijvend in Stormbeek huisvesten als die kunnen in een maar die discussie hebben we daar net ook al gevoerd. En blijkbaar gaat het niet alleen om appartementen, als ik het goed begrepen heb. Oké, een beetje een vraag met een filosofische inslag. Maar wel interessant eigenlijk. Dus het ging vooral over voor alle partijen concrete realisaties die zoals strijd tegen wateroverlast, etc. Dat vindt deze vraagsteller evident. Maar zegt hij of zij, ik mis de ideologische onderbouw waarop men zich baseert om de gemeente te besturen. Dus dat is misschien meer een vraag naar de algemene of de achterliggende visie van waaruit men de gemeente wil besturen, wat ook al een beetje aan bod is gekomen hier en daar, maar meneer Poeners. Ja. Ik ga het kort houden, want ik ga niet heel de visie van Groen uit het doen. Maar heel principieel bij ons is dat wij staan voor duurzame ontwikkeling. En duurzame ontwikkeling, dat is iets dat je op wereldvlak kan toepassen. Hè. En dan denk ik aan bijvoorbeeld de klimaatproblematiek, maar die kan je ook hier bij ons toepassen. Mm-hmm. Voor mij betekent duurzame ontwikkeling dat alle maatregelen, alle beleidsmaatregelen die we nemen, getoetst moeten worden aan de gevolgen die ze zullen hebben voor de komende generaties. Als we weten dat die gevolgen voor de komende generaties slecht zijn, dan worden die maatregelen beter niet genomen. En daarom zijn wij zo bezorgd over ruimtelijke ordening. Daarom vinden wij woonbeleid belangrijk. Daarom vinden wij onderwijsbeleid belangrijk. Daarom vinden wij mobiliteit belangrijk. En daarom hebben wij een programma dat niet alleen gaat over het leefmilieu. Hè. Groen is veel meer dan een milieupartij. We hebben echt wel een globale visie. Nog iemand? Meneer Timmermans? Het gaat over ideologie. De titel van ons programma is Grimbergen groeit, geef iedereen kansen. Het gaat over het dichten van kloof die kan groeien tussen rijk en arm. Er zijn veel dingen te gebeuren. Laten we dat voorkomen. En laten we werken rond herverdeling. Het belangrijkste is een sociaal-economisch programma waarin taalontwikkeling een heel belangrijke rol speelt. Maar laten we de prioriteiten niet omkeren. Oké. Meneer De Krok van de NVA eerst. Voor NVA gaat het vooral over het sociaal weefsel. Het sociaal weefsel dus, waarbij we dus denken dat we dat kunnen doen groeien door net de taal en daar ook het accent op te leggen, dat dat een gemeenschappelijke taal kan zijn waarop we samen kunnen werken en dat we zeker ook de anderstaligen daarbij kunnen betrekken uiteindelijk. En het gaat dan vooral heel duidelijk over de mensen zelf. Mevrouw de burgemeester. Ja, ik heb het in het begin van mijn uiteenzetting gezet. Het voorrecht dat je hebt als je aan beleid zit, dat is dat je een algemeen beeld hebt van wat er allemaal gebeurt in je gemeente. Dus onze ideologie, als wij beslissingen nemen, als wij nadenken over de toekomst, dat is van, is dat goed voor Grimbergen en haar bevolking? Mm-hmm. Daarover gaat het, voor nu en voor de toekomst. Het verleden kun je jammer genoeg niet veranderen. Ja. Maar dat is eigenlijk de ideologie die je moet hebben als lokale beleidsmaker, van hoe ga ik mijn middelen, mijn mensen, mijn helpers, mijn ideeën aanwenden om het ten dienste te staan van de bevolking van Grimbergen. Dat is de enige ideologie die je moet hebben, denk ik. Oké. Meneer Laarmans? Ja, ik kan daar zeker bij aansluiten. Ik denk dat wij voor een stuk veel meer rekening mee moeten houden met de bevolking en met de communicatie met de bevolking. Het schort bij de gemeente in zaken communicatie. Ik zie heel veel andere gemeenten, Merchtem bijvoorbeeld, die veel intensiever communiceren via moderne media, via Facebook, via Twitter, via sms. Maar ook via hun website die up-to-date is, om het in mijn lelijk Engels woord te zeggen, die hedendaags is. Als je bij ons die website ziet, dat is heel statisch en je moet daar gaan zoeken naar van alles, naar de nieuwsberichten, die zijn er helemaal niet duidelijk. Dat is allemaal niet heel snel geactualiseerd. Er moet veel meer in geïnvesteerd worden, dat moet een stuk aantrekkelijker worden, bijvoorbeeld ook op toeristisch vlak. De uitstraling van de gemeente is... Het ging over de ideologische onderbouw, hè? Ja, maar rekening houden met uw burgers en met uw bevolking en snelle communicatie en antwoorden als mensen vragen stellen, daar moeten we investeren. Okay. En dat is bijzonder belangrijk. Een democratisch bestuur waar we rekening houden met de bevolking en die boven de bevolking staat. Maar dat gebeurt vandaag. Dat gebeurt veel te weinig. Dat gebeurt vandaag, maar als je vandaag belooft van morgen het asfalteren en het regent. Ja, oké. Want de volgende is dat niet aan het asfalteren, dan kun je de tekst gaan aanpassen. Nee, maar het heeft recent al de gemeenteraad toegegeven dat er een communicatieprobleem is. Hè. Er is een probleem. Hè. We gaan er trouwens een nieuwe ambtenaar voor aanleggen. Oké.
Ik ben er min of meer door de stapel vragen heen, maar waarschijnlijk, of misschien zijn er in de zaal toch nog mensen die iets willen. Ik geef graag de. Heeft iemand, of is er nog een microfoon ergens? Ja. Ja, sorry meneer, waarschijnlijk. Ik heb een vraag voor de. Pardon? Ik heb een vraag voor de meneer van de N-VA. Dus ik heb in de partijpropaganda voor de verkiezingen gezien dat u één kandidaat heel prominent in de kijker zit, met jaren ervaring in een studiedienst van het parlement, met jaren ervaring als gemeenteraadslid, die ook lijststuurder is, die dus een heel belangrijke plaats inneemt. En er is mij graag een beetje, welk profiel zult u aannemen in de gemeenteraad? Moet ik vrezen dat de N-VA, gezien de prominente plaats van die lijststuur en zijn verleden in een partij die veroordeeld geweest is voor racisme, moet ik vrezen dat uw partij een gepolijste versie met een vernislaagje zal zijn van het Vlaams Belang? Je moet je geen zorgen maken. Uiteindelijk, Steven is bij ons gekomen lang voor er al een heist al was over hoeveel ex-Vlaams Belangers overkomen naar N-VA. We hebben lange gesprekken ook gehad. Steven heeft zich perfect, laten we zeggen, voorgesteld uiteindelijk. We weten heel veel over Steven. Wij vinden niets in het verleden ook van Steven die erop zou wijzen dat je Steven of daar een etiket moet op plakken of dat we hem zouden moeten gaan stigmatiseren. Maar wij hebben veel mensen met verschillende. Hij werkt er op de studiedienst van het Vlaams Belang. Op de studiedienst van. Of niet? Nee. Nee. Hij was lid van het Vlaams Belang. Als ik een naam mag noemen. Sorry. Ja. Ik heb. Kort graag. Ja, het was natuurlijk niet. Voor alle duidelijkheid, ik heb nooit op de studiedienst gewerkt van het Vlaams Belang. Dus daarvan ziet u hoe slecht geïnformeerd u bent en dat u dan misschien ook een mening vormt over staat mensen. Staat of hè? Nee, het staat er nergens in. Het staat in dat ik parlementair medewerker ben geweest. Dit is helemaal anders dan een studiedienst die ideologisch werkt. En voorts wil ik hier het forum niet stelen, maar ik wil het ook wel even rechtzetten. Oké, ja, bij deze dan. Zijn er nog andere vragen in de zaal voor een van de politici hier? Iemand? Ja, maar meneer, we kunnen die discussie hier uitvechten. Een ander punt, oké, sorry. Ja. Een korte vraag. Ik heb in alle programma's gezien dat iedereen is voor fietspaden, iedereen is voor mobiliteit, iedereen is voor dit, voor dat, voor groen, voor scholen enzovoort. Maar ik zou het graag een keer horen van andere partijen, want dat de breekpunten zijn om in een coalitie te stappen. Waarover zult u vallen? Ik wil nu geen programma maken voor groen in Antwerpen, maar ik herinner mij een paar dagen geleden, heeft Mirjam Almaty van Groen in Antwerpen heel duidelijk gezegd, ik stap niet in de coalitie als de ring niet overkapt wordt. Dat is een heel duidelijk standpunt. Ik zou dat graag van alle partijen hier horen, na 15 oktober, wat zult u niet aanvaarden om in de coalitie te stappen? Dat is een interessante vraag. Zal ik het rijtje afgaan? Of, ja, meneer Nijmans. Als er iemand met u in een coalitie wil stappen, of niet? Ik denk dat die mogelijkheid, gezien de situatie in Grimberg, zeker bestaat. Maar voor ons is het absolute breekpunt, de grote trendbeur die er moet komen, is een beleid voor betaalbare wonen voor jonge mensen. Dat is zeer essentieel om de Nederlandstalige karakter van Grimberg te kunnen handhaven. Dat is voor ons het allerbelangrijkste en dus een breekpunt. Oké. Meneer De Krop. Als dat een breekpunt mag heten, want ik neem aan dat iedereen voor betaalbare woningen voor jonge mensen. Ja, we moeten het ook weer doen. Men heeft het vorige keer ook beloofd in 2006 met allemaal caravannetjes, maar men heeft er niks aan gedaan. Meneer De Krok. Voor N-VA is een, laten we zeggen, een duidelijke taalcharter die zoveel mogelijk kan gaan, is voor ons heel belangrijk. En in tweede instantie een aantal duurzame ontwikkelingen die we op gemeentelijk niveau kunnen doen. En daaronder verstaan wij een stukje mobiliteit, heel belangrijk, duurzame mobiliteit. En dat hebt u. Woonbeleid blijft voor ons ook. Woonbeleid ook, ja. Mevrouw Mertens? Ja. Ik ben aan het nadenken. Ja. Of iets wat u persoonlijk... Ofwel kan ik 100 breekpunten, maar...
maar nee, ik heb geen breekpunt. Nee. Het is allemaal goed. Nee. En iets wat u per se nee, dat realiseren. Maar ik vind onderhandelingen moeten gevoerd worden. Ja. En als ik al op voorhand ga zeggen, ik doe dat niet, want... Ja, kijk, ik ben iemand die te overtuigen is over bepaalde dingen. Ja. Dus alleen, je moet onderhandelen met de mensen. Hè. Mm-hmm. Dus, nee, geen breekpunten. Geen breekpunten. Ik wil eerst nog reageren op die caravans. Wij zijn er onder de in geweest, maar we zijn al wel 6 jaar bezig om proberen een bouwvergunning te krijgen voor woningen te zetten, sociale woningen en appartementen. Dus we zijn al meer dan 6 jaar bezig en wij leveren de vergunning af, het zijn hogere instanties, we moeten alles kunnen verwerven. Ja, we zitten vast naar reglementen. Ja. En er wordt aan gewerkt en zullen het goed genoeg weten. De Providentia in de Mieren ook. Ja. Die werk. Dus daarover dat gedacht. Het probleem is niet de Providentia in de Vlaamse overheid, maar niet in zaken vergunningen. Dat is niet het probleem. Nee. Het probleem is dat er geen geld is. Iemand dat gaat bouwen heeft een vergunning. Ja, maar de vergunning, de gemeente wil direct vergunning. En heeft Open VLD breekpunten om... We hebben met niemand geen probleem. We blijven misschien als je erbij bent. Alleen met water. Ja. Ik ga straks die briefjes van water over als meenemen. Ja, we zijn er nogal. Nee, ik denk dat we moeten goed kunnen besturen. Ja. Het wordt allemaal in negatief daglicht gesteld. Ja. Zeker op de gemeenteraad. Dat heb ik soms de indruk dat ik in de Senaat zit of in het parlement. In plaats van over plaatselijke problemen bezig te zijn. Maar, De nationale politiek is... prominent aanwezig. Oké, en... Wij weten dat als wij de kans krijgen om in de meerderheid... Dat jullie geen breekpunten naar voren moeten schrijven. Jawel, dat wou ik juist zeggen. Wij zullen de kleinere partner zijn in een coalitie. En als dat wil zeggen dat wij zomaar alles zullen slikken, dan zullen we gewoon ook niet meedoen. Wij zijn mensen met een zeer sterk programma. Wij zijn niet uit op postjes, maar we willen wel onze verantwoordelijkheid nemen in het beleid. Dat is één punt. Wij willen ernstig onderhandelen over de punten die voor ons essentieel zijn. En er zijn er een aantal die wij echt wel naar voren schuiven als zeer essentieel. Die woonuitbreidingsgebieden, als wij in de legislatuur erbij zijn de komende 6 jaar, dan blijft men af die woonuitbreidingsgebieden af. En dan zullen wij er alles aan doen om die groen in te kleuren. Het bedrijventerrein, mevrouw Mertens heeft het zelf gezegd, er is voorlopig nog plaats op de andere. Dan blijft men daaraf, zolang dat wij in de meerderheid zijn. En een andere grote prioriteit is het plaatsgebrek in de Grimmergse scholen. Wij willen dat daar bij prioriteit iets mee gebeurt en we willen daar op korte termijn zeker een groot schooltje in Stombeek. En in Bijen is men blijkbaar bezig, maar ook op de bord. Wij willen daar een plan dat men weet dat binnen 2-3 jaar... We weten ook dat er geen mirakels mogelijk zijn. Hè. Er is ook geld nodig van de Vlaamse overheid daarvoor. Maar we willen dat er een concreet plan op tafel komt. Akkoord. Ja. En meneer Timmermans, tot slot dan? We zijn nog kleiner vermogelijk. Ja, dat heb ik gezien. Ja. Dus één ding duidelijk, nooit meer vernieuwing. Geen vernieuwing. En 2, nooit meer vernieuwing. En 2... in geen meerderheid die mensen tegen elkaar opzet. Mm-hmm. Oké. Ik denk dat we hier kunnen afronden, tenzij Serge daar anders over beslist, want hij is wel te... Wel, de Vlaamse Vereniging heeft eigenlijk deze avond ingericht om eigenlijk een beter beeld te krijgen over de problemen die wij hebben in Grimbergen en de mogelijkheden die er zijn voor de toekomst. Ik denk dat wij deze mensen die hier zijn, de afgevaardigden van de 6 Vlaamse partijen, een mooi applaus mogen geven, want ze hebben echt hun best gedaan om antwoorden te geven. En er zijn nog zoveel vragen, ik weet het. En we hebben geen antwoord gekregen op bepaalde dingen die we echt hadden willen weten. Hè. Maar dat zal u moeten lezen in de boekjes en in de gazetten van de volgende dagen. Nog even één ding. En ze heeft dat fantastisch gedaan. Voilà. Mag ik u allemaal danken voor uw talrijke aanwezigheid. En tot volgende verkiezing. Dag. Thank you.